ta gon' trampo, che da pensare i babotri, strike but a fo. E mi cas no poti oro, mi ha buttato riba sideline. E maniera botò un arrivo film, mi ha buttato riba sideline. Boa queda tu bon chama me, mo che queda bo solo, bolsita mio. Tushi mi da contra bo, che da pensare i babotri, strike but. Bom, dit is Mozart Lijns, dit is show nummer 3SD. Ze is een single, steeds present in Den Haag. Staat maar zo toe, maar we zien ietsje gebaald, man. Gretje. Ruwente back! Sinde, zeg maar. Ruwente back, Romana. Wat ik wil zeggen, jente meteen, man. Wat ik wil zeggen, jente meteen. Ja, zo. Wat is het brouwen, moet je weer met mijn amigo, nee. Zeg, wat is het? Ik wil zeggen, in Barcelona. We zeggen, de kousjes, we zijn goed. En we hebben vandaag niemand minder dan voormalige assistent van Canada. Voormalige Bonsco. Oké, dat zo? Voormalige, toch kan ik zeggen? Wat jij wil. Remco, we zitten in. Applaus! Applaus voor Remco. Want we hebben heel veel gedaan om u hier te krijgen. We hebben heel veel nee gehoord. Of, was dat zo? Ja. Ja, toch? Ja. En we hebben vandaag Remco. Hoe is het, Remco? Nou, voor mij geen afwijzingen, uiteraard. Nee. Maar dit is wel de dag wanneer ik kom. Ja, dat klopt inderdaad, okay, maar geen afwijzingen. Okay. Oh, hoe gaat het met u? Ja, kan altijd beter. Zeg ik altijd, maar met mijn gezondheid is het goed. U heeft 2 uurtjes gereden om hier te zijn. Ja. Nou ja, goed, ik ben hiervoor gevraagd. Dat vind ik hartstikke leuk. En maar 2 uurtjes rijden? Ja, dat is toch niks? Ik ken dans niet. Ik ken alleen je vrienden. Iso maken? Is voor mij genoeg. Ja, is voor mij genoeg. Okay, en de vrienden waarmee Iso opgaat, die zullen ongetwijfeld, als ik Iso ken, ook goed zijn. Dus. Dan kom je. Hoe ben je begonnen met in de voetbalwereld? Als 4-jarig jongetje mocht ik als vervroegd op voetballen. Je moest eigenlijk 5 of 6 zijn destijds. Ik ben begonnen bij een amateurclub FVH. Je bent in Nederland? In Nijmegen, ja, in Nederland geboren. In Nijmegen, tot mijn 11e amateur gespeeld, of de amateurclub, en daarna ben ik naar NEC gegaan. En van daaruit bijna alle jeugdelftallen doorlopen, tot aan het eerste elftal betaald voetbal. NEC, je eerste liefde? Ja, wat dat betreft wel. Ja, want dat is je eerste club. Ja. En daar ben je eigenlijk opgegroeid en eigenlijk alles meegekregen waar... Tot waar het toe geleid heeft waar ik nu sta, denk ik. Je vader heeft ook een dag gespeeld bij NEC? Ja, dat was natuurlijk het mooie verhaal. Want mijn vader was natuurlijk, toen hij vanuit Curaçao naar Nederland kwam, ging hij als een van de eerste profvoetbal spelen. Dat was dus bij NEC. Ja. En toen destijds, ja, ik geloofde eigenlijk de verhalen toen nooit, wat de mensen altijd zeiden, want met het kanon, met het schot en noem maar op. Ja, ik word wat groter en dan zie ik alles in die plakboeken, want ik heb hem natuurlijk nooit zien spelen. Of natuurlijk, ik heb hem nooit zien spelen. En dan ben je natuurlijk wel hartstikke trots. Was het verplicht voor u om in NEC te spelen? Nou, ik had liever bij Barcelona gezeten. Ja. Of bij Arsenal. Maar snap je, ik had geen keuze. Nee, natuurlijk, ik was heel trots. Waarom? Omdat mijn vader vanuit Curaçao de kans kreeg bij NEC in Nijmegen. Ja, en dan ben je de zoon van. En dan ben je eigenlijk de jeugdopleiding doorlopen bij NEC. Stel je voor dat een andere club interesse in u had. Was het mogelijk voor uw vader? Nou, voor mijn vader. Voor mijn vader in die zin niet. Zover dat ik weet, want dat was NEC. Daar heeft hij daar ook afgesloten. Heeft hij keurige tijd gehad, een mooie tijd gehad met Pedro Coleman en Kenworth. Misschien dat jullie ze kennen. Nee. Maar voor mij was het, zo... Ja, wij waren wel bepaalde talenten, of we hadden bepaalde talenten. En je had wel natuurlijk van de omringende betaalde clubs. Vitesse, Wageningen destijds, de Graafschap. Ja, er was altijd wel interesse in jonge spelers van NEC. Maar... Ja, ik wilde eigenlijk nooit over, want ik wilde slagen bij NEC. En dat is het verhaal. Dus als ik iets doe, dan wil ik slagen. En daar moet eigenlijk alles voor wijken. In 2008 was hij assistent-bondscoach bij Nederlands Antillen. Ja, klopt. Hoe kon hij daar terecht? Nou, dat is een heel mooi verhaal. Als ik me niet vergis, was Hanberger toen gevraagd voor... destijds was toen nog Nederlands Antillen. Die kon niet, of die had het afgezegd, want hij had zijn baan destijds bij de Graafschap. Maar had hij al gecoacht in Nederland? Of, wie? Had hij die diploma van KNVB? Ik weet niet. Nou, kijk, eerst jouw vraag afmaken van ik kom. Daarnaast, Leen Looijen is dus gevraagd voor bondscoach Nederlands Antillen. Ja. En Leen Looijen ken ik van NEC. En die heeft mij eigenlijk gevraagd om assistent te worden.
bij de Nederlandse Antillen. En zo is het eigenlijk ontstaan. En zo heb ik eigenlijk die hele... En ik zeg altijd zo, trainersvak is ook een vak, een routinevak. Het is niet zomaar je stapt erin en je bent trainer. Ja, dat denken natuurlijk wel heel veel voetballers die een bepaald niveau gespeeld hebben. Dat je natuurlijk inzichtelijk hebben ze natuurlijk het voetbalvermogen. Maar het is hier heel iets anders dan dat je een groep moet begeleiden of als trainer moet fungeren. En vanaf 2007-2008 tot op de dag van vandaag ben ik daar eigenlijk met Curaçao mee bezig. Ja. Je heeft nooit voor Curaçao gespeeld in de selecties. Maar toen Lillo je gelijk kwam, heeft hij gelijk ja gezegd? Ja, uiteraard. Tuurlijk, mijn hart is Curaçao. Ik ben natuurlijk wel in Nederland geboren, maar je groeit wel op met alle normen en waarden, ook vanuit Curaçao. Ja. En natuurlijk, mijn school en alles heb ik hier in Nederland gedaan. Maar toen ik voor de eerste keer naar Curaçao ging op mijn tiende, op het moment dat ik uit het vliegtuig stap, dat vergeet ik nooit meer. De reuk, de warmte, de verhalen die mijn vader eigenlijk altijd vertelde, waarvan je wel een beeld had, maar je kunt pas ergens over praten op het moment dat je iets gedaan hebt of ergens bent geweest. En vanaf dat moment ging bij mij wel een bepaalde knop om. Ja, dus niet gelijk van op mijn tiende van pad, ik ben nou in één keer Curaçaoenaar of Antilliaan, maar qua gevoel. Kijk, en dan even op jouw vraag terug te komen, als je dan 2007, 2008 dat kunt doen, dan daar hoef je niet over na te denken. En dat hele traject eigenlijk tot aan de dag van vandaag, en zeker het traject van 2008 tot en met 2016, wat ik net al zeg, is een bepaalde routine die je opbouwt. En de spelers, die leer je natuurlijk ook heel goed kennen. Ja, om een voorbeeld te geven, Macuco Martina, die speelde destijds bij RBC. Klein jochie, klein mager, tenger ventje. En die begon eigenlijk pas. En dat was ook mijn beginstadium met de Nederlandse Antillen. Kijk, en dat is ook weer het verhaal achter de successen die we hebben geboekt. Met een x-aantal jongens doorloop je die hele fase. Ja, dus van 2008 tot en met de dag van vandaag. Sorry dat ik onderbreek. Wat was je tak eigenlijk in die selectie? Die jonge jongens gaan kijken of... Wanneer? Vanaf 2008? Ja, 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 zeker. Zeg Coco Martina. Zeker. Nee, dan maar, kijk, die was echt jong toen die tijd. Ja, maar ja, daarvoor je... Kijk, ik maakte die selectie destijds niet. Dat was alleen looien. Ik word gevraagd. Op een gegeven moment, als je gevraagd wordt, ja, dan ga je natuurlijk verdiepen in het onderwerp. Het onderwerp was natuurlijk de nationale... Wie doet die praatjes tegen met die jongens, hoor? Ja, toen Leen Looijen. Leen Looijen zelf. Die is natuurlijk trainer. Ja. En ik ben assistent. En als assistent moet je ook die rol leren. Dat was voor mij de eerste keer als assistent. Ja. Maar ik heb bij NEC wel ook wel ervaren wat het is, wat een rol als assistent inhoudt. Ja. Ja, en dat moet je kunnen. Dat is ook, vind ik ook een vak apart. Ja, want iedereen kan over voetballen praten. Maar van een assistent verlang je dat hij je ondersteunt. En dat hij je tekortkomingen, hè, je mindere dingen, die oppakt. En eigenlijk ook weer met elkaar gaat delen. Dat weer naar het elftal toe gaat brengen. En de jaren daarna heeft hij ook bondscoach gehoord van Nederlands natuurlijk? Manager? Of, ikzelf? Ja. Nou ja, goed, ik ben eigenlijk altijd blijven hangen. Ja. En in mijn periode van 2008 tot 2016 heb ik dus eigenlijk drie bondscoaches meegemaakt. De eerste was als Leen Looijen. En 2010 was het Bilges, Argentijn. Ja, Argentijn, ja. En daarna de laatste fase Patrick Kluivert. Okay. En alle drie de coaches hebben mij iets gebracht. En dan ga ik weer over routine praten, zoals ik nu ben. En ik ben geen trainer die kopieert of wat dan ook. Maar kijk, je ziet en je beweegt je door alles heen. En Leen Looijen heeft iets, Bilges heeft iets en Kluivert heeft iets. En dat mag je eigen stijl. Nou, mijn stijl had ik al. Alleen een Leen Looijen of een Bilges of een Kluivert hebben ook weer dingen die ik absoluut niet zou doen. Maar als je met elkaar samenwerkt, betekent dat niet dat je daar een conflict in hebt of wat dan ook. Maar het is meer, je kijkt hoe iemand werkt. Zelfs als ik hier ben, kijk ik hoe jullie dit doen. En, wat vind je ervan? Nou, het is helemaal niks, maar goed. Nee, oké. Daar is die deur. Nee, die kon je al verwachten. Nee, maar zelfs als ik dit zo zie. Ik vind het geweldig hoe jullie dat met elkaar een beetje opbouwen. Je komt tot een hoogtepunt. Een hoogtepunt is het moment dat je start. Ja, van wie heeft je het meest geleerd?
van jou, zeg maar, in Amerika. Maar. Nee, van wie? Nou, dat is een hele goede vraag. En daar gaat het weer om. Van alle drie. Want van alle drie pik je wat of neem je wat mee. Wat je, zo zou ik het wel doen of zo zou ik het pertinent niet doen. Mm-hmm. Zonder je eigen ik te verloochenen. Ja. Maar ik denk van Patrick is wel meer bijgebleven. Waarom denk je dat? Hij was die last. Nee. Integendeel zelfs. Want als je het hebt over de Nederlandse Antillen, destijds 2008 en met Bilgis 2010, 2012, heb je nog te maken dat je echt op pad moet, echt een selectie moet formeren. Want wij begonnen destijds met drie of vier betaalde spelers. Ja, waaronder Robin Helissen, ik weet niet of je nog kent. Ja, nummer 9. Ja, en zo hadden de twee of drie, vier. Anton Jongsma, weet je, dat soort spelen. Maar ga je gaandeweg 2016, dat hebben we ook opgebouwd. Want ik heb een hele database met spelers. Maar wie komt bij die speler? Wie heeft die database aan? Die heb Robin Helissen, dacht ik nooit dat hij aan jou was. Die heb ik zelf, maar kijk, op een gegeven moment met de Nederlandse Antillen heb je nog te maken met Aruba, Bonaire, ja, dat was allemaal samen. Ja. Maar wat ik altijd gedaan heb, is speuren. En wat je van mensen terugkrijgt, in Nederland en in Europa en de rest van de wereld, als ze weten dat je er wat voor doet, en dat het serieus is, krijg je ook wat terug. Ja. Mijn vader zei vroeger altijd, je moet eerst iets geven, dat je iets terugkrijgt. Maar ik bedoel, hoe komt hij bij Robin Helissen? Dus, ja, maar dat is heel makkelijk natuurlijk. Je speelt bij Utrecht. Je hebt geen Instagram, je hebt geen transfermarkt. Je hebt geen internet. Nee, maar tot op de dag van vandaag ben ik geen trainer die achter mijn laptop zit en kijkt welke speler Antilliaan is. Nu nog steeds ga ik naar de jongens toe, 5 dagen in de week. Naar trainingen, naar wedstrijden. En zo ook naar destijds voor spelers die voor Nederlands Antilliaan konden uitkomen. Uh-huh. Dus daar ga je naartoe en dan bouw je een band op en dan... En dan kom je van het een of het ander. Hè? Dan kom je voor Robin Helissen. En daar zit de vader van die. En daar zit de moeder van die. En die weet nog ergens anders een speler. Zo heb je dat gaandeweg heb je dat opgebouwd. Dus heeft hij ook... sorry hoor. Heeft hij zeg maar in die periode dat hij zelf spelers ging rondzetten, zeg maar. Ja. Ook spelers van op het eiland zelf benaderen? Ja, altijd. Want ik heb ze zelfs laten debuteren ook... En een Gold Cup tegen Mexico bewijzen van. En thuis tegen Grenada heb ik ze ook eentje laten spelen. Ik ben altijd bezig geweest met de lokale spelers. Waarom? Waarom heb je anders een competitie op Curaçao? En zo zien trainers dat vaak niet zo. Ja, maar als ze niet zo goed zijn, waarom neem je dat dan mee? Maar waarom ze niet zo goed zijn? Ze zijn niet goed. Ja, toch. Sommige spelers zijn niet goed. Nee, maar... Hier heb je betere lopen dan... Ja, daar is derde plaats of vierde plaats. Eens. Maar is dat... Kijk, je kunt er maar 11 opstellen. Ja. 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 Je selecteert er. Je hebt, zeg maar, je voorselectie. Pak een weg 37, 38 spelers. Ja. Ja. Die breng je terug naar 23. Ja. Als ik op Curaçao ben, heb ik altijd gedaan. Heb ik 4, 5 jongens altijd bij mijn selectie betrokken. En dan niet één keer, want als je één keer mee mag doen en dan valt het op misschien wel het verschil, dan zeggen ze, het is toch net niet. Maar ik heb jongens altijd meerdere keren erbij betrokken. Ja. Als je één keer erbij zit, is het misschien even lastig. Maar dat geldt ook voor de routiniers of de toppers. Uh-huh. Ja, want je moet kunnen met elkaar, wat kan hij wel niet, of hoe gaan we elkaar helpen. Ja. En zo heb ik eigenlijk tot aan 2019, altijd spelers erbij gehad. En dan zie je lokale spelers ook groeien. Maar lokale spelers, dat was voor mij ook wel een punt. Je moet wel ergens voor kunnen spelen. En dan ben ik met jou eens. Goed of slecht. Kijk, als een lokale speler beter is als de speler die ik hier in Europa krijg, gaat die spelen. Maar je moet wel kansen krijgen. Is er wel een niveau tussen de speler? Daar gaat het juist om. Dus ik ben altijd valikant tegen als mensen zeggen van ja, we hebben lokale spelers niet nodig. Want dat ene kind die voetbalt bij Soto. Ja, maar is het niveau niet goed? Het ene kind die voetbalt bij Soto, die kan dus... Nee, maar los van, ik weet wat je wil zeggen, los van het niveau. Maar daar spelen we als, voor het goede niveau. Los, eens. En daar selecteer ik ook op. Ik wil met het beste, je wilt met het beste geheel gaan. Het beste elftal wil je spelen. Ja. Maar rustig, wat is het? Als jij nooit op Curaçao bent geweest. Dat onzin, daarom. En je kent de cultuur niet. En je kent het voetbal in de Caribië niet. Of in de CONCACAF. Dan zijn die jongens die lokaal spelen. Die hebben een streepje voor. Die begrijpen dat. Die leren de jongens die ik meeneem vanuit Europa.
Als ze geen balletje kunnen trappen. Nee, maar dat zijn jouw woorden. Dat zijn jouw woorden. Dat ze geen balletje. Dat zeg ik niet. Nee, maar bijvoorbeeld. Wie kan bijvoorbeeld maar jongens? Kim Agustin, die speelt in de Premier League. Ja. En je hebt Ichomar, die speelt in deze van zo'n. City. Zo'n team. Ja, maar Icho zou ik sowieso nog selecteren. Dus nee. Maar dan ga je toch voor. Je gaat niet voor Icho die daar woont, omdat die cultuur kent. Nee, je gaat voor die Premier League speler. Ja, maar dat zeg ik toch ook niet? Ik zeg toch niet dat ik dan per se. Nee, ik heb al, als ik op Curaçao was, had ik altijd jongens erbij die bij ons trainden. Ja. Uiteindelijke selectie die meegaat, ja, dat moet je afdwingen. Okay. Maar of ik nou met 26 jongens train of ik train met 23 jongens, dat is mij om het even. Ja. Maar het gevoel, en dat is wat ik wel heb opgebouwd ook met de Antilliaanse gemeenschap, wat ze ook heel fijn vinden. Maar als ik had gemerkt dat het voor de Europese jongens of de rest van de jongens dat een belemmering zou zijn geweest, had ik dat nooit gedaan. Ja. Of had ik het een keer gedaan of twee keer gedaan, maar daarna niet meer. Maar het heeft wel zijn vruchten afgeworpen. En de resultaten die wij gehaald hebben, als ik mijn resultaten bekijk, toen ik echt op eigen benen kwam te staan, hè, vanaf 2016, 2020, 2021, ja, dan is er geen coach die dat voor elkaar heeft gekregen, ook met de lokale jongens. En dan praat ik, toen ik begon, Caribisch kampioen, hoort je. Je pakt daarna een Asia de Kings Cup, hè, wat ook niet niks is. Ik vind het wel, die cup mag. Maar Curaçao stond ook niet in de top 10 van de FIFA-ranglijst. Dat begrijp ik helemaal. Dus als je dat van elkaar afweegt en de opbouw bekijkt zoals, als ik dan van mezelf praat, opgebouwd heb qua selecties, dan denk ik dat we het heel goed gedaan hebben. We hebben ons ook 3 keer gekwalificeerd voor de Gold Cup. We hebben ook met lokale jongens de kwartfinale gespeeld. Tegen Amerika, nee, daar lieg ik wel tegen Mexico in 2017, waar ook lokale jongens gespeeld hebben. En goed gespeeld hebben. Dus als je het hebt over gelijk, ik moet een keuze maken, lokale jongens, of dan is het heel makkelijk. Dan is het voor mensen COVID, ja, dan ga je toch voor die. Maar als je kijkt wat je kunt bereiken. Maar zat je toen op het eiland om die spelers te zien spelen? Tuurlijk, ik ben heel veel op het eiland. Ja. En, je volgens stichting daarop. Voor de kansarme en minderbedeelde jeugd. En ook dat is een heel mooie verrijking voor mijzelf geweest, maar ook voor Nederland of met iedereen wie ik omga. Ja. Als ik met de stichting in de wijken zit, dan zie ik ook talentjes. Dat zie ik, en dat talentje hoeft niet per se iemand te zijn die 3 dubbele schaar maakt en 2 keer door de benen speelt. Maar de absolute wil om te winnen, de absolute wil om ergens te komen, die zag ik al in die wijken. Dat heeft mij ook toen doen besluiten van, er zit een bepaalde mentaliteit. Ja? En ze zeggen er altijd wel gekscherend van die Antillianen, dit en dat, of lui, je kent het wel hoe dat gaat. Ja. Maar ik zeg het tegenovergestelde. Ik ben hier geboren, maar ik heb het geleerd, het harde werken, vanuit Curaçao. Want spelen wij tegen Nigeria. Ja, we zijn allemaal harde werkers. Dus, Overal valt over te twisten, maar ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Kijk, als wij spelen met de Nederlandse Antillen tegen Nicaragua. Als je dan zegt, je speelt tegen Nicaragua, dan zegt iedereen, als je er 10 keer tegen speelt, moet je er 9,5 keer van winnen. Maar je gaat dan naar Nicaragua toe. En op het moment dat je daar uit het vliegtuig stapt, dan voel je alles al, hoe ze daar leven. Die leven daar om te overleven. Die voetballen ook om te overleven. Het is hun ding. En daardoor krijg je het tegen dat soort landen ook wel moeilijk. En dat heerst er ook, dat zie ik ook bij de Antilliaanse spelers. Ze willen ook heel graag, maar ze worden ook heel snel weer afgeschilderd als het niveau. Maar zoals ik het heb gedaan en zoals ik het heb ervaren, hebben wij daar heel veel baat bij gehad. Oké. Denk ik. Ja, zeker. 3 keer naar Gold Cup gegaan. 3 keer? 2 keer? Was het 3 keer? 3. 3 keer? Ja. 1 keer halve finale en kwartfinale. Nou kijk, als je dat weer bekijkt, de 2017... Je hebt een goede cv. Ik heb zeker een goede cv. Ja. Maar dat is niet mijn cv. Ja. Dat is de cv waar ik nu over praat. Ja. Kijk, want in 2017 naar de Gold Cup was een historisch moment. En wij verliezen daar 3 keer met 2-0. Ja. Maar we hebben wel in al die 3 wedstrijden iets afgedwongen bij de CONCACAF, bij de landen. Want in alle 3 de wedstrijden, van El Salvador tegen Jamaica, hebben we het eerste half uur de momenten gehad om te scoren of een voorsprong te komen. Maar dat is ook gewoon kwaliteit. Ja, maar dan bouw je door naar 2019. En na 2019 zie je
wat je vanuit 2017 weer mee hebt genomen en wat je weer doorbouwt, dat je daar de kwartfinale speelt. Ja, dus, en dan dat, of daarna weer een traject en wij kwalificeren ons weer. Dat was voor mij de derde keer kwalificatie, kwalificeren voor de Gold Cup. Ja, en toen kreeg ik het moment met de nieuwe president, nieuwe wisseling met Hiddink. Mm-hmm. En ja, toen ben ik naar Canada gegaan. Ja. En toen, en dat is misschien wel een hele goede ten opzichte van waar we nu over praten. Toen wist ik, toen, dat was een heel pijnlijk moment. Keihard. Moet maar laten we beginnen. Hoe is dat gegaan eigenlijk? Heeft u een belletje gekregen? Of, ja, ja, hij heeft me gebeld en jongens, dit. Nee, dit nee. Heeft in de krant gelezen op internet? Nee, 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 nee. WhatsApp. Maar ik heb dat gewoon op televisie gezien. Is dat gewoon thuis? Ja, ja, maar Fox, komt die op Fox? Ja, maar wat, wat jij gezien hebt, heb ik ook gezien. Zo heb ik het ook gezien. Is dat maar gewoon in die woonkamer? Nee, ik was op de fiets met mijn vrouw en toen belde mijn dochter op. Papa? Ja, inderdaad. Nou, ze was groter, dus niet papa, maar ja, je laat toch papa. Nee, van ja, oh, ik zie net op televisie, de heer Hiddink wordt bondscoach van Curaçao. Dus ik zeg tegen mijn vrouw van, ah joh, fiets verder, flauwkul. Voetbal praten we met elkaar wel eens. Ja, ja, sowieso. Maar binnen een kwartier ontplofte mijn hele telefoon. Maar had de heer Hiddink dus u zelf niks gezegd? Nee, dus heb je contact met de heer Hiddink? Nee, dus nee, totaal. Ja. Hij zei dat die dat de gevraagd was dat hij mee kon zijn, ja toch? Ja. Of is dat waar? Nee, of nee, 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 dat is totaal, totaal geen. Totaal onzin. Totaal, totaal bullshit. Totaal bullshit. Ja, ja, dat was totaal. Nee, nee, dit was totale bullshit. Dat we. Nee, nee, maar kijk, als dat, kijk, laat me nou wel direct zijn. Kijk, ik ben transparant en. We praten open en eerlijk. En als het zo wel zo was geweest, dan is het zo. Maar ik kan het hele verhaal wel weer oprakelen. Maar uit alle feiten en statistieken is dat het helemaal niet zo is. Hij heeft daarna ook in de persconferentie, na de rechtszitting die ik gedwongen moest doen, heeft hij ook aangegeven dat hij daarover nooit een gesprek met mij heeft gehad. Oh, terwijl dat het geval was geweest, toen het op de persconferentie op Curaçao. Ja. Er werd gezegd van Remco heeft gesprekken gehad en wilde niet als samenwerken, ja, niet als assistent. Ja. Dat zei Bert maar Holtema. Als hij die kans had gekregen, ja. Had hij assistent geworden van Hiddink? Laat ik het even vooropstellen. Op het moment dat ik, wat ik altijd doe, dan begrijp je het verhaal denk ik beter. Wat ik altijd doe, en dat is zelfs als je opbouwt van 2008 naar 2019 of naar nu. Ja, ja, nu, ja. Proberen met goede coaches te praten. Ja, dus wij gingen voor de eerste keer naar de Gold Cup. Ja. Nou, was voor mij nieuw, was voor Curaçao nieuw, was voor iedereen fantastisch. Ja. Nou, die heb ik beleefd toen. Dan ga je naar 2019 en dan ga ik kijken van oké, bij wie kan ik iets halen of vragen om, nou, zo gezegd, dat doe ik altijd. En toen in 2019 of 2020 was dat in dit geval met Hiddink. Toen was ik bij de KNVB en toen heb ik aan de heer Gudde gevraagd, trof ik op Curaçao. Van, kunnen we toch niet eens een beetje, of een Louis van Gaal, of die. Maar in ieder geval, die al WK's gespeeld hadden. Nou, toen heeft hij me aangegeven van, nou, Louis van Gaal is dit. Bert van Marwijk is dat. Maar de Hiddink, die vond het prima. Die belt jou in januari. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik hartstikke blij, prima. Ik krijg een belletje van de heer Hiddink. Van, nou, ik heb gehoord dat je met mij wilde praten of iets wilde vragen. Ik zei, nou, hartstikke leuk. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik kom daar. En toen ging het daarom, het feit, om dat ik een voor een adviserende rol. Hè, dus wat hij ook heeft bij PSV met Philippe Cocu. Ja. Philippe is gewoon hoofdtrainer. En dat doet hij nou trouwens ook weer bij PSV. Ja. En ik heb vragen of wat dan ook. Maar ik wilde gewoon mijn plan neerleggen van oké, nu gaan we richting WK. 2022, dit is wat ik voorbereid heb en ik bereid mijn dingen altijd goed voor. Kijk er eens naar en misschien. Heb je advies? Nou, en dat is mijn gesprek geweest. Ik ga op een gegeven moment ga ik weg. Toen zegt hij, klopt me op mijn schouder en zegt van Remco, leuk gesprek, 2 uur was het daar. En ik kom er ook terug. Dus hij wist waar het om ging, een soort wat je bij PSV heeft met Philippe Cocu, een beetje adviserende rol. Maar nooit gesproken over. Hij had me in dat gesprek wel gevraagd over bepaalde spelers van Curaçao.
waarvan ik gezegd heb van nou, daar heb ik ja, daar werk ik al langer niet meer mee. Excuus. Ja, daar werk ik al langer niet meer mee. Dat is een vraag die mij gevraagd heeft. Autoriteit. Dus ook een beetje. Dus wij krijgen dan, dan ga ik dus weg daar in februari of eind januari. Nee, maar dat was januari van welk jaar? 2020, ja. 20. Dus ik ga weg dus en ik ga naar huis en denk, oh ja, prima, goed gesprek gehad. Dus nou, je zou me wel bellen. Na één week niks gehoord, twee weken nog niks gehoord. Dus ik denk, nou ja, goed, als ik een afspraak met jou maak, dan kom ik hier en dan kom ik, snap je wat ik bedoel? Ja, toch. En met niks gehoord, dus ik denk, nou ja, na drie weken ook niet, nou, toe maar. Dat, ja, ik zou het niet zo gedaan hebben, maar je zou het misschien te druk hebben, maar ja. Niks meer gehoord tot aan die 25 augustus. Ik ga in die tussentijd ook gewoon naar Curaçao, mijn voorbereiding, ook met Shaheen en alle reut en meteut. Ja. Tot aan die 25 augustus, dat het hier, zeg maar, bekend werd. Ja. Dat was 25 augustus? 25 augustus, nee. Dat is gewoon drie jaar geleden, exact drie jaar geleden, vandaag is 25 augustus. Ja, dus toen... Zo, ja, inderdaad. Ja, het gaat snel, hè? Ja. Toen dat gebeurde, dus dat ik dat van mijn dochter hoorde. Ja, toen was natuurlijk iedereen een rap en roer en de spelers, alles. En, ja, en toen is er op een gegeven moment na drie dagen een persconferentie. En toen heeft Bertus Holkema, de teammanager, die heeft dus aangegeven... dat ik gesprekken met hem had gehad en dat ik niet onder hem wilde werken en dat ik de eerste viool wilde blijven spelen en dat ik, nou, dus toen hoorde ik en toen zei Bertus van, maar ik wil u ook nog even aangeven dat in januari alle mondeling overeenkomst was met Guus Hiddink en de Bond. Dus toen hoorde ik op die 25 augustus, dus daarvoor was het al beklonken en ik zat in februari. Met Guus Hiddink. Dus hij heeft me helemaal niks gezegd of verteld of gedaan. Waarom, terwijl het eigenlijk al... Waarom had u... ik snap nog steeds niet waarom u Guus nodig had als adviserende... Nee, hun biedt dat aan bij hem toch? Nee, ik heb het zelf. Ja, voor iemand, voor Guus of... Of nou, liever. Ja, of nou, mijn vraag is, waarom heb je zo iemand nodig als je bondscoach bent? Hij had een plan. Hij had een plan dus om te kijken... Kijk, als wij naar een WK gaan werken... En ik heb drie keer de Gold Cup gehaald. Mm-hmm. Dan is je next stap is WK. Ja. Dat is absoluut de hoogste ding. Waarom zou ik geen advies vragen? Of misschien is het wat hij zegt, is mij al lang eigen. Maar als jij drie WK's mee hebt gemaakt, dan zul je allicht wat weten om in je voorbereiding. Ja. Dat je misschien of dit, of dat, of doe het zus, nou doe je het zo. Ja, maar uit mijn ervaring heb ik, toen destijds ben ik daar tegenaan gelopen. En... Dus dat soort dingen. Heeft hij dit jou gedaan? Nee, dat gaat hij niet meer doen, dat is bang. Nee, maar ik bedoel voor u. Ja, nu heb ik het ook, ja. Maar dat heb ik ook met een trainer. De naam ga ik niet noemen. Ja, is goed. Maar dat is hetzelfde verhaal, maar ook een top. En dat is het verhaal. Ik ben teruggevraagd voor dit traject, voor naar 2026. Ja, en dan... Voordat die... Maar waarom bent u ingegaan met die gevraag? Ja, ze hebben een mes gestoken in je rug en je gaat weer... Ik ben er nog niet dood. Nogwel. Waarom ging hij naar de rechtbank? Ja, waarom? Waarom was je zo boos? Je kan gewoon zeggen, ja joh, fuck hun. Ik blijf gewoon hier. Laat gaan, klaar. Ja, prima, maar er ligt nog een contract, toch? Ja, die moeten betalen. Ik wil mijn geld kwijt. Hun willen betalen. Ja, dan maar hun hebben geen geld. Nee, maar... Maar dat is geen enkel probleem. Ja, we hebben contract. Maar was je daarom boos? Of was... Laat me zo stellen. Nee, was je boos? Nee. Ik werk toch? Nee, luister. Ja, dan gaan we. Boos om geld zou ik nooit worden. Nee, maar voor het ontslag. Om het ontslag. Ja, natuurlijk. Wel. Kijk, waarom? Als je bij Hiddink... Ja, maar waarom? jij werkt hier nou 6 jaar met die jongens. 3 jaar. Ja. Morgen zit je op de fiets. En morgen zie je daar op de hele tekst van... Isho... Oké, maar is het niet de bond de het recht om de trainer te ontslaan wanneer hun dat voldoende vinden? Of, wanneer ja, dan moet je betalen, vinden? Dan moet je de recht... Ja, maar nogmaals, ik heb het niet over het geld. Mij gaat het om, was je boos omdat je dan het ontslag onterecht vond? Of was je boos omdat iets van je weggepakt werd? Nee, allebei de keren is zwaar onterecht. Op het moment, het verhaal vind ik, het verhaal Hiddink... destijds, de laatste fase waar we over praten, hè, dan praten we over de finale ronde om naar het WK te gaan. Ja. Op dat moment springen ze in. Dat voortraject daarvoor hebben wij met z'n allen al bereikt.
Al had ik alleen die finale pool, daar heb ik altijd zeker dat we die gehaald hadden. Mm-hmm. Dat is toen verkeerd gegaan. Die wedstrijden met Panama. Met Kluivert, die kwam toen. Ja. Ja, Hiddink was het eigenlijk, maar Kluivert. Maar als je in een opbouw zit met elkaar. En je zit in die lijn. Dan is het een, of jij er nou voor staat als trainer. Jij er nou voor staat, of Pep Guardiola. Dat is iets heel anders. En het gevoel van dat ze iets afnemen. Waar je eigenlijk middenin zit. Ja. En dat stukje die iemand dan doet op zo'n manier. Om dan naar een WK te kunnen gaan. Ja, dan denk ik snap dat hij iemand teleurgesteld kan zijn. Maar het gebeurt in het voetballerij dat je ontslagen wordt. Ja, maar kijk, tuurlijk, daar ben ik correct. Dus ook als het op een correcte manier gaat, is dat helemaal geen probleem. Ja, maar op dit geval, terug te komen waar we net over hadden. Kijk, als hij benaderd is door Curaçao. In dit geval was het toen met Shaheen Elhagen met het nieuwe ding. Mm-hmm. Op het moment dat ze zeggen van naar mij toe komen van nou, we hebben iets anders voor ogen of we hebben een plan of weet ik veel. Ja, dan ga je erover praten. Maar er is nooit ergens over gesproken. Ja. En dan is het in één keer bam. Kijk, en als je dat hebt, dan heb je een situatie. Dan kun je nog zeggen, oké, nee, daar heb ik geen zin in. Of dat is prima. Maar dat is een heel ander verhaal. En dan hebben ze gezegd, u ging assistent worden voor Canada. Ja. Is dat waar? Werd hij assistent van Canada? Ja. Want ik heb u nooit gezien. Ik geloof dat. Ja. Want ik heb u nooit gezien op de bank bij Canada. Nee, dat klopt. Dan ga ik even verhaal ervoor stellen. Ja. Op het moment toen het gebeurde met Hiddink. Daarna kreeg je pas, wat ik net wilde vertellen, wat je met Curaçao eigenlijk allemaal gedaan had. Mm. En dat de andere landen, niemand kon het begrijpen. Maar toen kreeg je pas de credits. Want ik had bepaalde mogelijkheden om bondscoach te worden van een ander land. Ja. Maar ik heb voor Canada gekozen. Waarom? Kun je zeggen welke land? Of? Nee, ga ik niet noemen. Eentje? Nee, ga ik niet noemen. Argentinië? Nee. Ja, je wilt eentje noemen. Eén land. Nee, misschien eentje. Nee, dat is gelogen. Nee, maar één land. Nee, dat ga ik niet doen. Jamaica. Want die kunnen best wel weer terugkomen. Ja, toch. Want dat is iets wat je met elkaar deelt en afspraken hebt. En waarom zou ik dat... Nee, maar ik heb voor Canada gekozen. Waarom? Omdat ik het totaal iets anders vond. Een groot land, totaal anders dan de Caribbean. Ja. En het gevoel had van, ja, daar kan ik van leren. En ik was ook vereerd dat zo'n land met zulke spelers... En op dat moment was je op gelijke hoogte met waarom zit hij niet op de bank als hij koos? Nou, bij was Canada, hij analist? Nee, ja, ook. Nee. Of was hij geen assistent bij Canada? Jawel, ik was assistent. Echt? Ja, echt. Geloof ik nee, niet. Nee. Je hebt ook assistenten die met een oortje, wij zitten boven en dan heb je een doorgeefluik. Dat is mooi ding, hè? Nee. Maar normaal gesproken zit de assistent toch naast de coach? Ja, je hebt meerdere assistenten. Ja. Je hebt ook assistenten die... Die hebben gekozen om... Wat is dit? Die hebben gekozen om boven te zitten met een microfoon? Nee, daar kies ik niet voor. Dat is je functie. Als onderdeel van je staf. Maar dan bent je assistent van de assistent, toch? Nee, nou, als jij dat wil zeggen. Assistent van de assistent. Nee. Kijk, bij NEC ga ik een ander voorbeeld doen. Ja. Hebben we ook drie assistenten. Ja. Dus je hebt één hoofdcoach, ze hebben zelfs vier. En die is uniek voor Nederland. En eentje zit met een oortje. De trainer, de hoofdtrainer heeft ook een oortje. En van boven zie jij drie keer zoveel als dat jij onder. Toen ik bij Canada zat, toen werd mijn... En dat was hartstikke mooi. Ze wilden spelen zoals wij speelden. Zoals Canada. Wij speelden. Canada. Met Davies en Willigons spelen. Ja, maar Davies, Canada speelde ook een andere manier van spelen. Daarom zijn ze bij mij terechtgekomen. Kijk, daar hebben ze al die wedstrijden toen we tegen Amerika speelden, tegen Mexico speelden. Ik heb ervaring in die systeem. Opbouwen, hoe wij speelden. Hoe rustig, hoe we Amerika zo moeilijk konden maken. Terwijl zij met tegen Amerika altijd heel lastig hadden. Bijna nooit gewonnen hadden. Toen heb ik daar een presentatie gegeven. En toen lachten ze mij ook uit in de zin van, met zo'n kleine staf. Dit en dat, dan moet je toch vier analisten hebben. En je moet 33 cameramensen hebben en dit en dat. Maar ik zeg, nee, ja, dat kan. Maar wij hebben het altijd gedaan zoals we het gedaan hebben. En we zijn daar gekomen zoals we daar gekomen zijn. Met een kleine selectie qua staf. Ja. Maar die staf, hun, ja, is veel groter.
En ik was vereerd door die functie. Waarom? Op het moment dat je in verbinding staat met de headcoach, als je het hebt over tactische dingen en over speelwijze, op het moment dat het fluitsignaal gaat, ja, dan heb je een verantwoordelijk iets. Kijk, en als je op de bank zit, hetzelfde als jij hier zit, je overzicht op het veld is anders dan dat je in de hoogte zit. Ja, en bij NEC hebben ze ook een hele goede trainer die je functie doet, maar die is eigenlijk toch wel heel erg belangrijk. En met name in de rust. Ja, ik weet, in de staf zit, is iedereen belangrijk. Zoals nu, de cameraman is ook belangrijk voor ons. Ik bedoel, in het nieuws komt dat die assistent bent van... Ja, ja. Oké, next. Wat vond je van die niveau van Canada? Vergelijk met die van Curaçao. Dat is een heel ander niveau. Ja, dat is een heel ander niveau geworden. Want als je ziet hoe Canada zich in 2 jaar tijd heeft ontwikkeld, maar dat heeft ook weer te maken met het potentieel aan spelers. Kijk, daar komen spelers van Bayer, bij ons komen spelers van Osaka Boys. Ja, maar dat kan natuurlijk, maar waar het wel om gaat, het potentieel aan spelers is veel groter. Kijk, het land Canada is veel groter. Het land Canada heeft een competitie, Canadese competitie. De helft van de Canadezen speelt in Canada, de helft van de Canadezen speelt in MLS of in Europa. Ja. Dus iedere keer dat wat je hoort of wat ze zeggen van waarom niet die. Wij hebben trainingskamp gehad met Canada 3 weken, terwijl hier de competities doorlopen, omdat die competities daar verschillend zijn. Ja. En november tot en met maart ligt dat helemaal stil. Ja. Dan komen alle Europese jongens niet. Maar dan werkt je met de jongens vanuit Canada. En dan staat er ook een elftal. Ja, op het moment dat je hier, kijk, als we de laatste keer dat wij speelden hier tegen Canada. Ja. Hè, ik denk dat we die wedstrijd vrij aardig gedaan hebben met 10 man. Maar ik bedoel, verloren toch? Ik wil aangeven, kijk, daar lopen gewoon wereldsterren. Ja, zeker. En dat is niet te vergelijken. Wat wij hebben, ik ben altijd trots op mijn jongens en hoe ze het doen en wat dan ook. En dat is wat ik doe door de week, ook wel eens naar trainingen. Want hun trainer bij een club, die bepaalt een opstelling. De jongen bepaalt dat niet. Dus als iemand wat minder speelt of helemaal niet speelt en waarvan... menigeen altijd zegt, hoe kun je die nou selecteren? Want die speelt niet of die speelt met 10 minuten. Ja. Je weet de situatie niet. Mm-hmm. En wij hebben niet die vijver. We hebben er geen 200 lopen. Nou ja, dan doe ik die maar. Snap ik. Dus dat is wel een wereld van verschil. Ja. Ja. En natuurlijk het niveau waar spelers op spelen, bepaalt uiteindelijk ook wel het niveau wat je uiteindelijk haalt. Maar aan de andere kant zeg ik wel, als jij bij een club zit waar je 365 dagen met elkaar werkt, hè, dan heb je heel veel pieken en dalen. Heeft Davies ook. Alleen, die zie je niet. Dat is bij een club. Op het moment dat je selecteert voor het nationale elftal, dan heb je het alleen maar over winnen en pieken. Dus je hebt geen tijd om... En zij hebben wel het vermogen, zeg maar, om als Jantje niet gaat of Pietje niet gaat, dan heb ik Truusje die... Ja, ze hebben genoeg spelen. Ja, nog een vraag hier. U gaat naar Canada, dus u was in de assistent van Canada. Ja. U gaat naar Canada naar de WK. Ja. Waarom heeft u gekozen om weer terug te komen bij Curaçao? Ja, dat is... WK wil iedereen, dat is een droom voor iedereen. Ja, maar luister, een WK is dan een WK. Ja. Als ik kan kiezen tussen WK en een 4-jarige overeenkomst die ik nu weer kan doen met Curaçao. Ja, echt, na 2026. Mag ik zeggen dat ik dat gek vind? Ja, dat mag. Dat mag, natuurlijk mag je gek vinden. Maar die relatie is een beetje toxic geworden, toch? Tussen u en die bonds van Curaçao. Ja, maar het gaat niet over... Het gaat land. WK, hè, WK. Ja, maar dat zou ik nu ook gaan naar 2026. Dat zou ik ook, daar heb ik ook gezegd, naar het WK 2022. Nee, maar daar had hij al een vliegticket. Ja, en dan Renko geschreven, we gaan naar Qatar. Ja, maar nou gaan we weer, kijk. Wat ik heb gedaan voor Curaçao, of wat ik met Curaçao heb, is voor mij vele malen groter dan... Ja, echt. Ik heb ook altijd gezegd, ik zou nooit in Canada gaan wonen. Waarom niet? Ik vind het super leuk, Vancouver, Edmonton, noem het maar op. Maar het is veel te groot. Ik zou dat niet mijn ding. Niet mijn ding. Maar ik heb wel altijd gezegd, kijk, met Curaçao ook, de eerste voorval met mij in 2020... Dat betreft niet het land, of dat betreft niet jullie, of ik heb met mensen allemaal top, het land top. Maar het gaat maar om bepaalde mensen. En ik laat me nooit in het veld staan door bepaalde mensen. Kijk, en dan komt er een nieuwe voorzitter, nu weer.
Daar heb ik de gesprekken mee gehad. Daar kom je overheen met een vier... Maar was die gesprekken zo lucratief dat u denkt van... Nou, weet je, WK ga ik niet meer. En of ik jullie voor die jongens... Kijk, lucratief. Lucratief. Als jij voor 4 jaar bespreekt met Curaçao, met de voorzitter, met het bestuur en het traject naar 2026, dat is lucratief. Ik kon ook zeggen, als je zegt, na het WK kom ik. Ik zeg, nee, maar ik moest een keuze maken. Ik moest een keuze maken. En ik wilde ook niet, kijk, ik wist ook dat wij in maart weer tegen Canada speelden. En ik ga ook niet achterbaks doen en dan in één keer in februari. Mm-hmm. Dan weten ze dat ik voor Curaçao kies. Nee. En ik zeg tegen hun, luister, ik ga naar de WK. In januari stop ik met Canada en dan ga ik naar Curaçao. Ja, nee, het was helemaal niet aan de orde. Nee? Nee, het was maar helemaal niet aan de orde. Ik ben Remco, u kan gewoon zeggen. Ja, maar ik ben dan ook maar een pion. Maar ik ben geen pion op het moment als jij keuzes kunt maken. Als een land weer terugkomt, dan en zo zit ik ook in elkaar, dan doe ik doe iets met volle overtuiging. Ik ga niet iets half-half doen. Ik kon er op dat moment instappen. Of wat Ramiro heeft u gepresenteerd. Ja. Wat geld en zo was beter dan Canada. Ik denk geld niet. Nee, maar... Geld hadden ze niet gelegen voor die geld niet. Of kan geld. Die twee woorden gaan niet kunnen. Met elkaar, ja. Ja, maar dat ga ik ook vinden. Maar wat is geld? Ja, dat bedoel ik. Ja, maar wat is geld? Maar geld is alles. Nee, maar... Wat is goed? Nee, maar ik denk dat je mij wel begrijpt. Maar mij gaat het sowieso niet... Mij gaat het sowieso niet om geld. Want kijk, ga ik het anders doen. Als ik dus... Dan zou ik misschien wel eerder een club getraind hebben. Wat de mogelijkheid is. Ja, en dan hoef ik... Dan teken ik voor 2 jaar. En dan, je snapt wat ik bedoel. Heb je spijt dat je misschien niet een club had getraind? Nee, totaal niet. Nee, ik heb totaal nergens spijt van. Want daarom kies ik daar ook voor. Okay. Ik heb ook een vraag voor je. Je zei net dat je een contract van 4 jaar had getekend. Voor de doel WK 2026. Ja. Maar ik denk zeker dat je op de hoogte bent. Dat, de situatie. Ja, de situatie en dat de resultaten telt. Ja, de afgelopen jaren, niet het beste resultaat. Qua winnen geboekt. Met de selectie. Jaren? Oh, ja, daarom was een beetje... De afgelopen wedstrijden. Niet eerste tegen Indonesië. Ja. Ik zei ook vorige keer tegen hem, dat ik denk als wij hier... Mag je alsjeblieft even mijn vraag? Sorry. Gaan we verder. Ja, Remco. Weet je... Nou, als jij gespeeld had, hadden we gewonnen. Want dat is zeker! Ik denk, dat denk ik het wel. Met mijn grote wijk hier gaan we gaan, hadden we zeker gewonnen. Ik had 2 keer geschoren. Maar Remco, je had niet het goede resultaten geboekt in de afgelopen wedstrijden. Ja. Maar denk je niet dat dat een rol had gespeeld om bij die beslissing te komen? Voor die ontslag, laten we zo zeggen. Nou, die hebben ze gebruikt. Ja. Om dat als reden. Ja. De reden is... Ja. Statistisch gezien, mm-hmm. ja, dan heb je geen punten gehaald. Nou, dat klopt. Mm-hmm. Statistisch gezien heb je geen punten gehaald. dat gaat alles om, toch? Statistieken. Nou, dan had je contract moeten krijgen van 2 jaar of van 1 jaar. Eigenlijk, ja. De doelstelling is, we hebben gesproken. De tijd dat ik bij Canada was, had je hier Hiddink, Kluivert en het Langer. In die tijd is er een hoop verloren gegaan. Ja, heb je weinig gewonnen. En dat bedoel jij met die jaren. Ja. En dat zou terrein teruggewonnen worden. Ja. Die ruimte krijg ik. En dat is in 1,5-2 jaar. Dan zit je eind 2024. Dan had je een andere vraag kunnen stellen. Zijn dat uw woorden of was het de afspraak? Dat was de afspraak. Maar, okay. Met Ramiro. Maar anders teken je ook niet voor 4 jaar. Nee. Anders spreek je ook niet voor 4 jaar uit. Dan zou je ook zeggen, oké, als je van Indonesië niet bent en je bent van Dili, dan is... Dan houdt het op. Maar als je daarover praat, over die 5 wedstrijden waar je nu over hebt. Ik begon in augustus. En 5 dagen daarna gaan we naar Indonesië. Indonesië betrof 2 vriendschappelijke interlands. En in die 2 vriendschappelijke interlands lopen de competities in de wereld gewoon door. Ja. Dat betekent dat 15 spelers zijn niet meegegaan. Waaronder een Eloy Room, die speelt bij MLS, Kroas, Turkije. Dus... Aan de ene kant kun je zeggen jammer, en aan de andere kant, inherent aan de opbouw die je weer gaat maken in 2026, was het perfect.
Want ik heb toen gewoon 4, 5 nieuwe jongens kunnen laten debuteren. Ja. Wij speelden daar niet, want dan ben ik het niet met je eens dat jij gespeeld had. Hadden we nog meer verloren, denk ik. Gewoon een voorbeeld. Nee, je snapt wat ik bedoel. Hè. Nee, maar je speelde tegen Indonesië. Ja. En dat was niet zomaar een vriendschappelijke wedstrijd. Want er zitten ook 30.000 mensen op de tribune. En het was op het scherpst van de snede. De tweede wedstrijd was ook met 7 gele kaarten. Maar je had wel een goede selectie. Je had Juninho, Leandro. Dus ik denk, met dat soort spelers kunt u wel... Ja, maar luister. Ik kom daar... Janger was dat ook? Was Janger? Janger was er ook. Janger oh, daarom. Ja, maar... Mijn grote vrienden. Nee, ben ik niet mee eens. Ben ik niet. Nee, maar kijk. Als je Indonesië bekijkt en dat je met een incompleet elftal... Je gaat met een compleet elftal, maar ja, incompleet, ja. Qua spelers. Door die omstandigheden. Ja. Maar aan de andere kant, fantastisch, inherent aan de doelstelling die je hebt. Ja. Want die jongens hadden anders niet kunnen spelen. Kijk, als ik een voorbeeld noem, Tarik Bodak. Ja. Dat is tweede keeper. Het valt gedaan. Twee fouten. Ja, maar... Mag. Tarik... Mag niet! Tarik speelt ook bij PSV. Wacht. Oké, sorry. Nee, maar zoals je beargumenteert... Ja. Dat is niet bij argumenteren. Want nu zeg je van, die speelt bij PSV. Dat mag dus, niet, hoor. Dus omdat hij bij PSV zit, zou hij geen doelpunt kunnen laten. Die jongen is 17 jaar. Die speelt bij PSV heel weinig. Ja. Dus die zie ik met training. Die train wel. Ja, maar dat is anders als wedstrijd. Ja. Maar hij is tweede keeper bij Curaçao. Ja. Dus als Elo Romne niet is, dan moet hij in de bak. Dus om het feit dat die interlands de jongens niet vrijgegeven waren... en ik ga met dat elftal naar Indonesië, waar ik ook hartstikke blij mee was... en natuurlijk staan allemaal prima... Maar dan is het nog geen geheel waarvan je gewend bent, waarmee je gaat werken. En wat je nou zegt met die twee fouten, ik heb hem dat nooit kwalijk genomen. Tuurlijk waren dat twee fouten. Ik ook niet, want het waren fouten. Maar die, dat neemt hij mee in zijn bagage voor 2024-2025. Niet meer te doen. Want wat had je gehad als hij zeg maar in een hele belangrijke wedstrijd in één keer moest invallen, terwijl Elo Rom uitvalt. Dus dat is iets... Een voorbeeld als je een 4-jarig contract met elkaar afspreekt, dat met ups en downs gaat. Indonesië begrijp je? Ja. Begrijp je? Oké. Okay. Dan ga je naar Canada en tegen Argentinië. Ja. Die mag je van mij. Daar kom je nog wel eens een keer op eigen helft te spelen, denk ik, of niet? Ja, zeker. Nou, dus Canada hebben denk ik ook. Vrij redelijk tot goed gedaan. Ja, dat we heel kort met team. Ja. Alle lof kregen we ook van het bestuur, van iedereen, hoe we gespeeld hadden. Huidig bestuur. Hoe we bij elkaar gebleven waren. Ik wou je allang deze vraag stellen. Eén moment. Had je een goede band? Nee, wacht even. Had je een goede band met de huidige bestuur? Ja, of nee? Ja, ik heb, ja? Anders had ik niet terug. Oké, zo dan. Als ik met iemand, dan had ik het. Ga maar door. Dan. Dus Canada. Hebben het goed gedaan, hè? Hebben het goed gedaan. In die zin. Buiten het resultaat. Volgens mij moet je politiek zijn, weet je. Nee, waarom? Maar als ik met iemand ruzie zou hebben binnen het bestuur. Ja, is goed. Dan zou ik toch tegen jou zeggen van, ik heb met die en die ruzie met het bestuur. Maar je kunt iedereen beamen. Je kunt nou naar de FFK gaan. Je kunt de mensen vragen of ik met iemand een probleem heb. Want je... Heb je wat gehoord? Of... Ja, ik heb... Nee, ik heb niet gehoord. Maar ik probeer even door te denken. Bij de contract die je net zei over de 4 jaren. Wat was je doel? Ja. De WK's, maar ik ben nu mijn doel aan het uitleggen. Okay. Dus de beslissing is genomen op statistisch... dat je 5 wedstrijden gespeeld hebt en geen punten. Nou, Canada en Argentinië zijn 2 wedstrijden... Canada leg ik je net uit. Ja. Maar toch met 10 man hebben we het heel goed gedaan, denk ik. Je verliest niet omdat we het voetbal slecht gedaan hebben, denk ik. Maar door individuele fouten, en dat kan, heb je die wedstrijd verloren. En dan ga je naar Argentinië. Ik denk dat ik wereldwijd, van binnen naar buitenland, nog nooit zoveel reacties heb gehad. Omdat je natuurlijk tegen Argentinië speelt. En de eerste 20 minuten waren goed. Is het 20 minuten waren? 23 minuten. Ja, oh. Precies. 23 minuten. Ik dacht, huh? Maar kijk, je komt daar. Je wordt uitgenodigd door Argentinië. Maar hoe ging dat eigenlijk? Hoe ging die? Nou, Argentinië die... Ze hebben contact met de FFK mee. Ja. Dan belt Ramiro u. Hey, we moeten tegen Argentinië gaan spelen. Ja. Wat zegt u? Ja, liever niet. Nee, tuurlijk niet. Dat is natuurlijk... Nee, maar kijk, daar kun je normaal gesproken nooit tegen spelen. Nee. En zij hebben die 2 wedstrijden tegen Panama en tegen ons Curaçao. Waarom was Curaçao... Om te winnen.
dat wel. Gewoon... Panama en Curaçao genomen om het feit, om het feit dat zij de eerste wedstrijden na het WK speelden voor het eigen publiek. Waarom noemen, nemen ze twee landen? Ja, natuurlijk, dat denk ik ook. Je moet wel winnen. Ja, het was maar welk sowieso... land, welk land gaat, gaat er wel winnen in Argentinië, denk je, in de wereld? In Argentinië? Frankrijk? Nee, alsjeblieft, maar hoop. Alsjeblieft. Frankrijk kan het winnen. Nee, maar dat was helemaal niet de doelstelling of was helemaal niet het ding van die wedstrijd. Nee. Kijk, Panama die gaat daar spelen en die spelen met 5-4-1 op eigen helft om niet te verliezen. Ja. En wij hebben, ik heb met die jongens ook afgesproken, jongens, hier moet je van genieten. Dit is voor Curaçao, dit heb je verdiend. Mm-hmm. En wij doen gewoon ons ding, wat we normaal gesproken ook doen, vanuit het voetbal. Nou, dat hebben we inderdaad de eerste 23 minuten prima kunnen doen. Uitstekend. Totdat die eerste dingen. En daar hebben we heel veel lof daarna ook gekregen van precies hetzelfde hetgeen. Want we hebben ook gekeken wie we uitgenodigd hebben. We hebben ook de wedstrijden gezien 2016. We weten ook dat Curaçao van het voetbal wil hebben en niet achterover gaat leunen. Nee. Nou, ik vond dat het mooiste compliment wat je kunt krijgen. En we hebben, ik denk ik daar met heel veel, met de hele bagage, zijn we daar weer weggegaan. Ja. Dus statistisch gezien, ja. ja. Dan gaan we naar St. Kitts in juni. Ja, en, ja. Inderdaad. Kids. Ik denk Saint dat Kitts. Was de druppel. Dat was de druppel, ja. Nou ja, kijk, de druppel, ja, dat kunnen zij zo nemen, maar ook weer niet relevant ten opzichte van Anderlecht. Als je bent wel eens dat het een blamage was. Tuurlijk, maar ja. Iedereen is daar teleurgesteld voor over. Ja. En tuurlijk wil je die wedstrijd winnen. En als de je bank dat ook doen. Tuurlijk. Maar dat is toch niet inherent aan wat je afspreekt. Anders spreek je toch een ding met elkaar af. Oké, we doen het een jaar. Nogmaals, die wedstrijd tegen St. Kitts is in februari pas in het leven geroepen. Als extra eliminatieronde voor de Gold Cup. Ja? Maar toch niet uit. Eens. Normaal gesproken, dat was ook niet mijn project, had je er al voor gekwalificeerd moeten zijn. Door mijn voorganger. Ja. Deze wedstrijd is gekomen. Linken. Waren wij blij mee, omdat je dan nog de mogelijkheid had. Door twee wedstrijden moet je te winnen naar de Gold Cup. Nou, en ik ga me ook niet verschuilen achter spelers die er niet mee zijn geweest, want hier liep ook de competitie door. Zizkovic, jongens die speelden hier, die gingen niet mee. Zo kan ik, hadden we ook eigenlijk 12 die niet meegingen. Maar dat is geen excuus, hè? Nee. Als je maar hadden jullie het anders gehad? Nee, totaal niet. Want we hebben ook helemaal niet gesproken. Er was voor mij één ding naar de spelers toe, dat kun je ze allemaal vragen. Het woord Gold Cup komt niet voor in je vocabulaire nu. Het ging om voor St. Kitts. Jij kunt het misschien beamen, je bent erbij geweest. Maar dat is de eerste wedstrijd die je moet winnen. Dat was hij bij in de kleedkamer? Nee, dat niet. Oh. Nee, daar wil ik niet bij hebben. Want... Okay. Nee, snap je? Maar die wil je winnen. Kijk, en natuurlijk, binnen 15 minuten, we stonden geloof ik 1-0 voor. En toen, dan moet je ook 2-3... Nu komt die vraag. Waarom heeft je Locadia gewisseld? Blessure? Ja, blessure. Hij speelde gewoon... Ik heb hem na de rust nog heel even laten staan. Ja. Om het feit dat met hamstring. Anders ga ik hem niet eruit halen, natuurlijk. Ja, daarom. Ik dacht, Locate eruit. Ik dacht echt, nu moet er hem gewinnen. Nee. Met een criterium selecteur je spelers. Nee, want je kunt zo niet denken. Want kijk, het gaat om die wedstrijd, die moet je winnen. Ja. Dus kijk, als hij daarna geblesseerd raakt, ja, oké. Dat wil ik niet. Maar het is een ander verhaal. Maar als een speler niet door kan, of wat dan ook, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Ja. Onder welke criterium selecteur die spelers? Want hoe gaat dat of wie doet dat? Nu lijst maken of nee, ja, als toen niet, ja, toen niet tijd. Ja, nu weet ik wie dat doet, maar dat kan ook niet natuurlijk. Maar even terugkomen naar St. Kitts. Ja, want nu heb je geen trainer, maar er is een lijst. Hoe dat? Ja, die leg ik dadelijk uit. Wacht even, dadelijk uit. We moeten het wel afmaken, want wat jij zegt voor St. Kitts, ja, dan is iedereen teleurgesteld. Maar goed, wat er daarna gebeurt, natuurlijk, wij zijn ook teleurgesteld. Wij evalueren ook met elkaar. Maar dat je daarna 7 weken niks hoort. En dan vanuit het niets, zeg maar, een telefoontje en... Was je op de fiets? Nee, niet op de fiets. Niet op de fiets. Was gewoon thuis? Ik was gewoon thuis. Nee, maar dat is natuurlijk wel... Kijk, het geval met Hiddink was hard. Maar zag je aan het komen? Ik vind... welke? Deze? Ja. Nee, totaal niet. Waarom niet? Omdat, natuurlijk, ik begrijp wel wat jouw vraag. Maar je spreekt met elkaar iets af waarvoor je de eerste 2 jaar... Oh, dat kan met de ups en downs. Ja, dat kun je winnen of verliezen. Dat gebeurt overal. Maar St. Kitts is een beetje...
Nee, mag niet. Maar voetbal is toch hard? Dus dat gebeurt met iedereen. Ja, maar daar kan ik het toch wel niet mee eens zijn. Ik denk dat er heel veel er niet mee eens zijn. Ja. Heel veel er niet mee eens. Maar ik heb gehoord dat u zegt, als Remco 3.0 komt, staat hij open voor dan. Kijk, het gaat mij op... dat? Ja, tuurlijk. Het gaat nee, mij... Toch, maar kunt u, is het omdat Remco, hij nergens anders terecht kan? Nee, is het een grapje, man? Luister. Is het een grapje, denk ik, toch? Luister. Nee, Remco, ik kan niet heen, man. Luister. Als ik niet zoiets had met de spelers, of waar ik naartoe wilde gaan. Jouw vraag terug te komen in 2000 dingen had ik het ook, mocht ik het ook niet afmaken naar het WK 2022. Ja. Hier wil ik pertinent voor gaan voor 2026. Toen ik dat te horen kreeg op 30 juli... Ja, toen ik gebeld werd door mevrouw Charetti Brian, dus niet door de voorzitter en niet de bestuur. Charetti. Op een zondag heb ik gehoord. Omdat, is dat een nieuwe werknemer? Vicevoorzitter volgens mij. Dat kennen we niet. Ramiro was op vakantie, dus vandaar dat ik op die manier op de hoogte gebracht werd. Ja, toen was ik flabbergasted. Ik wist niet wat ik hoorde. Ja, want ik had om jouw vraag, ik had helemaal geen rekening mee gehouden. Want als je dat doet, ja, dan zou je binnen gelijk een week na St. Kitts, dan moet je bam, je bent de ja, maar dan laat je geen 7 weken overheen gaan. Terwijl ik in die periode heb ik alles voorbereid voor nu, Martinique, Trinidad, mijn hele selectie klaar. Dus kijk, Mexico vind ik een goed voorbeeld voor de Gold Cup. Die verliezen tegen Amerika en daar is gelijk bam. Ja. Ik weet niet wat hun afspraak is. Ik weet inmiddels wel dat hij had geen 4 jaar contract, maar een jaar contract. En dan, andere situatie. Ja. Suriname speelt tegen Puerto Rico. Die hebben een potentie, ook een heel goed elftal. Ja. En moet zeker winnen van Puerto Rico. Hetzelfde verhaal. Maar daar hebben ze geld voor. Ik denk, hebben ze geen geld. Dus... Nee, maar dit heeft helemaal niks met geld te maken. Ik denk het ook. Kijk, als ze jou een schop geeft, zegt Remco, doe je, we hebben hem niet nodig. Nee, maar nou... Dan hebben we geen geld om andere trainers aan te nemen. Nee, dit is weer een heel ander verhaal, wat ik eigenlijk wil afmaken. Okay, Suriname verliest van Puerto Rico op dezelfde wijze. Ja. Ook met penalties. En natuurlijk hebben die daarna ook een teleurstelling. Aaron Winter wordt ook niet eruit geschopt, want die hebben ook dat doel naar 2026. En zelfs bij het topland als Nederland heb je Ronald Koeman. Die spelen hier de Nations League thuis. Waarvan ook iedereen eigenlijk bewijst van, je speelt thuis. Dus we winnen thuis wel de Nations League. Hij verliest 2 wedstrijden. Ja, die week daarna is er een hoop, iedereen weet het wel te vertellen. Ja, ja. Maar je gaat daarna door of je hebt een gesprek met iets. Maar ik wil vragen, kijk, ik had die ook toen daar gesproken en ik vroeg u, bent u gerustgesteld met dit resultaat? Dus dat het een vervolg krijgt of geen staartje krijgt voor ontslag. En hij zei nee, want ik heb een contract van 4 jaar. En ik weet wat we afgesproken hebben. Ja. Dus deze zag je sowieso niet aankomen. Nee. Maar had het, zeg maar, de dag na St. Kitts gebeurd? Als je de telefoon had gepakt en hebben gezegd van... meneer Vicentini, we willen u nu op het eiland hebben. Ja. Want we moeten dit evalueren, we zijn niet tevreden. Ja. En dan word je dan ontslagen. Had je dan wel vrede mee? Of had je dat wel verwacht? Nee, maar dat is een hele andere situatie. Ja. Want dan is op dat moment, dan voel je dat. Dan was het resultaat wel... Maar wat nog veel belangrijker is, en dat zeg je heel goed... dan ga je praten met elkaar. Wat ik gedaan heb, ik heb gelijk een evaluatie gemaakt. En ook een hele actielijst met punten waaraan we de aankomende jaar, 1,5 jaar aan kunnen werken naar aanleiding van. Hè? Ik hoefde dat niet te doen. Ik kon mijn evaluatie sturen en daar komen ze dan nog op terug. Ik heb nooit meer wat gehoord. Kijk, wat jij zegt, vind ik, had ik het nog anders gehad. Want ik heb in mijn, daarom heb ik op 3 augustus heb ik een brief geschreven naar de FFK, omdat ik zelf niet naar FFK hoefde te komen. En daar heb ik heel even keurig netjes aangegeven, de punten, omdat het op statistische overweging was, een democratisch besluit. Hè? Weet je wat een democratisch besluit inhoudt? Samen, niet alleen. Dan praat je niet. Ja. Nee, ja, maar dan praat je niet met elkaar. Maar dan is het gewoon, zijn meerderheid wil jij voor, maar er is nergens nooit over gesproken. Ik heb geen gesprek gehad. Ik ben niet uitgenodigd voor een gesprek. Er is niet over St. Kitts gesproken. Of daarvoor. Of over totaal helemaal niks.
Kijk, maar in de vooroordelen gaat dat zo, toch? Iemand wel, hé, luister. Nee, maar je overlegt toch? Nee, je overlegt soms niet. Natuurlijk wel, het wordt in de relatie. Nee, je overlegt soms niet, dan krijg je dit. Maar, dat kan niet. Hey. Kijk, en daarom zei ik tegen jou, kijk, je hebt een 4-jarig ding. Kijk, en als ze dan gekomen waren, kijk, nogmaals wat ik even aanhaal met Koeman hier. Die heeft die twee thuiswedstrijden, er stonden ook de kranten van vol. Er was ook allemaal dit en dat. En tuurlijk, maar dan praat je weer en dan heb je weer je vervolg. Maar dan diezelfde mensen die u niet heeft benaderd om een evaluatiegesprek te voeren. Dezelfde mensen dat via mevrouw Charetti jou aanslag hebben gegeven omdat de voorzitter op suicide route is. Ja. En diezelfde mensen die jou zo'n natrap geven, dan geef je aan van ik wil, als die kans komt, dan wil ik weer met hun werken. Nee, kijk. Maar snap je dat niemand dat snapt? Jawel, ik snap wel dat iemand dat misschien niet snapt of niet snapt. Maar het gaat niet of wel of niet snappen. Het gaat om Curaçao. Wat er nu gebeurd wordt, voor mij althans, wat er nu gebeurt is niet zozeer dat je de medelijden met mij hoeft te hebben, dat ik ontslagen ben of contract, maar wat ik veel erger vind, ik heb met deze jongens die er allemaal zitten een hele verleden. Ik weet dat ze heel blij waren dat ik terug was, dat er eindelijk rust was voor 4 jaar, dat je met elkaar ergens naartoe kon. Ja, maar ik hoorde ook dat u een beetje vriendelijk met die jongens waren. Zeg maar geen zakelijk. Ja, het was een beetje voor die vooral, is dat waar of is dat... Ja, maar iedereen heeft zijn eigen interpretatie van hoe jij bent of ik ben. Hè, toen 2016 tot 2020, toen we alles wonden, heb ik ook niemand gehoord. Mm-hmm. Of ook wel eens maar dit soort verhalen. Dat is altijd. Ja, maar dat mag. Iedereen mag zeggen van mij wat hij van mij vindt. We kunnen een hard gesprek hebben hier, maar ik weet zeker dat wij met een bak koffie drinken, lopen wij weer weg. Ja. En dat vind ik een gesprek voeren. Maar wat is er waar daar twee klikjes zeg maar, in die selectie is? Is dat... Nee, kijk... Ik heb mezelf gehoord dat de spelers de opstelling, man. Is dat waar? Nou ja, hier ga ik niet eens op antwoorden. Kijk, nee, ik kan ja of nee zeggen. Ik heb gehoord dat sommige spelers gewoon met die in de kamer zitten en zeggen, hey, luister, Nee. Als dat zo zou zijn geweest, dan hadden wij... Dat had hij niet zeggen, dat had hij nooit gezegd. Nou, waarom niet? Want ik zou toch ook met spelers om de tafel kunnen delen wat is het beste voor ons ding. En dat doe ik al vanaf 2007-2008. Ja. Dan heb ik ook met spelers raad. Dan zit ik overigens met Cuco, Eloy of... Dan zit ik dagelijks. Nog een vraag, we spelen zus of zo. Dit heb ik voor ogen. Hoe gaan we dat? Dan krijg je... En dat doe ik qua linie, dat doe ik individueel. Maar ook in een gewoon teamgesprek. Waarom blijft die Cheese Camellia aanstellen bij omdat het een van de belangrijkste spelers is. Belangrijkste spelers? Ja, voor het geheel. Waar? In de kleedkamer? Voor de kleedkamer. Ook dat. Maar op het veld zie je dat niet... We gaan op het veld spelen, we gaan niet in de kleedkamer spelen. Hoeveel spelers kunnen er spelen in een wedstrijd? 11. Ja. Hoe lang zit Chiefs erbij nou? Jaren. Geen idee, maar hij is niet op het niveau niet te spelen. 15. Maar met alle respect naar cheese. Nee, ik snap wat je bedoelt. Maar praat je over niveau of praat je over leeftijd of praat je over... Ga over niveau. Niveau. Ja. Maar welke spelers kun je mij opnoemen die beter zijn... Dan cheese? Wacht even op. Die in een selectie zitten van 23. Je hebt te maken met trainingen en die de beoogde basis naar de wedstrijd kan trainen. Ik kan even. Hier in Nederland sowieso. In de vierde klasse, derde klasse. Ja, dat vind jij. Ja. Dat vind jij, maar... Ja, dan weet ik zeker dat ze beter zijn dan Chiefs. Nee, maar kijk, toen in 2016, 2021... Ja. Laborteus? Was dat ook al. Ja. Maar niemand was... We wonnen... Toen liep hij er ook al. Ja. Toen speelde hij ook amateur. Toen was het ook altijd... Chiefs Camille. Maar in die goede periode... Was hij daar. Ja. In die minder goede periode was hij daar. En buiten het veld, in het veld, met trainingen, is het voor mij een bijna onmisbare schakel. Je hebt bij Canada loopt er ook eentje van 40, hoor. Snap wat ik bedoel? Atiba. Ik zeg niet dat het de beste middenvelder is die Canada heeft. Ja. Maar die speelt ook lang niet al die wedstrijden. En als hij die 10 minuten erin komt, wordt hij gelijk aanvoerder. Ja. Maar ik weet wat voor een ding hij heeft, heb ik ook zelf gezien. Een ander niveau, toch? Nee, ja, nee. Waarom is dat een ander niveau? Heeft hoe gespeeld? PSV, dit, dat. Heeft status van dienst.
Wij spelen tegen Puerto Rico daar in Amerika. En weliswaar was eigenlijk niet echt een wedstrijd, moet ik eerlijk zeggen, omdat met onweer. We hebben geloof ik 20 minuten gespeeld de eerste helft. En de tweede helft was ook zoiets 20, 25 minuten. Dus de eerste helft, de tweede helft. Dus je kon je eigenlijk heel weinig van maken. Maar een van de beter was het juist. Ja? Oké. Nee, maar ik wil ermee aangeven. Iemand wordt vaak afgeschilderd. Of het nou Shannon Camellia is. Ja. Of het is Yanga. Of het is Ranko Bizantini. Of wat dan. Maar je moet wel de achtergrond weten en ook waarom iemand geselecteerd is. Waarom begint die man niet met cheese dan in de basis? Omdat wat heb ik net gezegd over cheese? Goed in de goede kamer. Maar oké. Okay, maar ga ik even terug. Wie heeft er tegen Amerika gespeeld in de kwartfinale? Ja, maar het gaat om nu toch? Nee, maar hij speelt nu toch nog niet. Maar je selecteert hem wel. Ik selecteer hem zeker. Dus en als jonge spelers, die kunnen selecteren toch? In plaats van hem. Tuurlijk, maar wat denk je? Dat als je allemaal hele jonge spelers hebt, dat je dan de oorlog wint? Wat ik net heb gezegd, wat hij doet met trainingen eromheen, de beoogde topper, in jullie ogen, die wel geselecteerd naar de wedstrijd trainen, ik ken geen betere. Ik heb een idee. Als hij cheese assistent bankcoach maakt, dan is hij klaar. Dan is hij daar altijd. Ja, maar dan staat hij toch niet op veld? Maar dan kun je ook trainen met die jongens. Ja, maar die dubbelrol die hebben we niet. Daar gaan we ook nooit invoeren. Ik heb een andere vraag. U gaf net aan van... Zeg maar Jure. Ik kan het niet. Oh, maar u gaf net aan van tegen Ruen van media die soms zeg maar op de man afspeelt. Ja. Van die wijze van, het gaat echt persoonlijk, zeg maar. Maar aan de andere kant, de media die krijgt weinig interview met jou. Jij geeft weinig interviews of weinig persconferenties. Ja, maar dat bepaal ik toch niet, die persconferenties. Oké, dus nu zegt u, het ligt bij de bond. De bond bepaalt wanneer u een interview geeft. Als ze mij vragen van persconferentie of de bond, dan ga ik naar een persconferentie. Ja, maar dan is mijn vraag, dan is mijn vraag nogmaals, de bond bepaalt of Remco Bizantini een interview geeft of niet. Ja, zoals het nu gaat wel, ja. Oké. Okay. Dus het feit dat heel veel dat geklaagd wordt over het feit dat u geen interviews geeft, dat er te weinig informatie naar buiten komt. Dat is niet waar. Wat is niet waar? Want de interviews die ik moet geven, daar ben ik altijd. Ik rij hier ook naartoe. De interviews op Curaçao die ik moet geven, waarvoor ik gevraagd word, die doe ik altijd. Maar het verhaal wat ik schrijf, of wat ik bespreek, of dat altijd in de krant komt, dat weet ik niet. Nee, maar persconferenties bijvoorbeeld. Ja, een persconferentie hoef ik niet te organiseren. Dat moet de bond organiseren. Dat moet de bond organiseren. Ja. Ik ga toch niet naar, ik wil nu... Nee, dat... Maar na die wedstrijden, wie moet ervoor zorgen dan dat zeg maar de media informatie krijgt en de mogelijkheid om vragen te stellen van... waarom is dit, zoals hij net vroeg, van, kijk, ik geef een voorbeeld, hij vraagt net van, waarom heeft u Locadia gewisseld? Dat was in Amerika. Nee, ik ben er helemaal mee eens, maar het is niet aan mij, omdat ik heb met Jean-Francisca gewerkt, heel lang. Daar hadden wij altijd persconferenties daarna. Ja. Dat was prima geregeld, die regelde echt zoals het moest zijn. En nu ben ik terug met Ramiro. Ja, dan gebeurt het niet. Nee, maar ik wist het al. Ik wou dus dan is het de bon. Ja, om die mensen die kijken, en hebben vragen. Dus. En nog een vraag. Ik weet het zeker. Jan is een gelieve speler voor u. Ik weet het zeker. Ja. Ja, één van de gelieve. Nee. Eén van maar de 100 spelers. Als Nigel op Beren te komt, prominente speler. Ja. U hebt hem niet laten spelen. Waarom? Wat is terwijl we iemand hadden om zeg maar vaste binnen aan de selectie van Curaçao. Nee, maar vaste binnen aan de selectie. Hoor wat je zegt. Nou, je had kunnen spelen, wilde niet spelen. Hij wilde niet spelen? Hij wilde niet spelen. Oh. Toen kwam het op een blessure. Maar daarom moeten we die persconferentie hebben om te vragen gelijk. Nee, maar nu zelf te maken. Maar nu praat iedereen van, Remco liet hem niet spelen. Kijk, het is hetzelfde als je... Dat was toch, of niet? Hetzelfde als je hebt, ik maak mijn selectie bekend. En dan zeggen ze, waarom die niet. Nee. Maar denk je nou werkelijk dat ik alleen maar kijk, even 23, die doen we wel. Nee, je bent met heel veel jongens bezig. Verschillende jongens die... Nigel wilde niet invallen omdat hij maar misschien 5 minuten zou krijgen.
Ja, maar hij bepaalt niet... Ja, maar dat moet wel gezegd worden. Dat is de reden waarom hij weigert in te vallen. Omdat hij te weinig minuten vanuit zijn perspectief zou krijgen. Ja, dat zeg jij. Dat weet ik niet. Dat zeg jij niet. Dat interpreteer jij niet. Maar dat heeft hij tegen jou gezegd dus? Of heeft de spelers tegen jou gezegd? Nee, ik was daar. Dat heeft hij tegen jou gezegd. Ik heb gezegd... Maak je meer gaan, papa. Nee. Ik was daar. Het was de wedstrijd tegen Haiti volgens mij. Thuis. En hij ging warmlopen. Ja, maar oké. Okay, als... En ik ben... Ja, ik snap het. Ik snap dat hij dat niet bepaalt. Maar er moet wel gezegd worden... De reden waarom hij dan zich zo voelde... Is omdat hij... Ja, ik ga niet warmlopen om 2 minuten in te vallen. Maar waarom nu? Waarom nu? Ja, maar luister. Ten eerste was het geen 2 minuten. Dat is 1. Ten tweede... Dat is een voorbeeld, maar. Want het kan ook 17 zijn. Ja, maar 17 of 2, dat is wel een hele verschil, hè. Ik zou niemand voor 2 minuten laten invallen. Ja. Want dat is denigrerend, ja. Maar 17 minuten voor kwartier, laat me nou wel gewoon eerlijk naar elkaar... Je kan iets betekenen. Dat is iets anders. Dat is iets anders. Maar als iemand zich, wat jij nu zegt, want ik weet het niet, hè. Mm-hmm. Zich dan te groot voelt om dan toch niet in te vallen. Ja, dat weet ik niet. Dat zijn jouw woorden. Ja. Maar 2 minuten of 17 minuten... is heel verschil, hè? Want als je 17 minuten voor tijd invalt, met nog 5 wedstrijden extra tijd, dan speel je ook 5 minuten. Maar u heeft dus na die wedstrijd tegen Haiti nooit meer tegen hem gesproken, van waarom kom je niet meer? Of ben je boos? Wel. Tuurlijk wel, ik heb hem wel gesproken. Maar hij wil niet voor Curaçao uitkomen. Zo. Dus dat is zijn ding. Ik heb hem tot op de dag van... richting de Gold Cup gewoon nog proberen te bellen bij de DC. Ja, okay. Ik heb zijn zaakbijnemer nog een keer, maar die geen contact met hem wil hebben, bewijs van. Dus er spelen andere dingen. Ja, ja. Dan, maar ja, iemand moet wel graag willen. Hè? Ja, sowieso. Kijk, want van de spelers, en zo kan ik er nog een heleboel opnoemen. Kijk, als jij niet voor je hart of je dingen voor het Nederlands zelf, of je voelt je te groot, ja dan heb ik liever dat jij speelt. Oké, maar dan hebben wij die situatie waar op de Gold Cup waren, of op weg naar. Mm-hmm. En toen vielen een aantal jongens af, door verschillende diverse redenen. Mm-hmm. Dat geeft wel aan dat er een probleem is ergens, want het Gold Cup is zeg maar het podium om jou te laten, om je te laten zien. Tuurlijk. Op het moment dat zulke jongens zich afmelden, dan is er ergens een probleem. Of het bij de bond is, of het met de coach. Bent u mij met me eens dat... Of is het de betaling een probleem? Er is iets waardoor de jongens zich dan niet meer betrokken voelen of niet de noodzaak hebben om voor Cura te kiezen. Nou ja, kijk, dat kan van alles zijn. Kijk, bij ons is het zo, de meeste jongens van ons, die dat zijn geen Alfonso Davies die bij Bayern München elke week spelen. Mm-hmm. En heel veel jongens bij ons spelen bij clubs waarvan ze 10 minuten per wedstrijd spelen. Of helemaal niet, of 20 minuten spelen. Heel veel jongens bij ons hebben regelmatig dat ze het gevoel krijgen van hun club. Van ja, als jij gaat, 10 anderen. Als jij gaat in de interlandperiode, die gebruiken zo'n club om zelf wedstrijden te spelen, waardoor de spelers die minder spelen, dan de kans hebben om zich in een competitie te spelen. Dus daar hangen heel veel andere factoren bij, dan dat je denkt van, ik persoonlijk, als ik speler was, en ze bellen mij over Curaçao, wat er ook is, hoef ik niet na te denken. Maar die tijd is ook veranderd. Als ik zie vanaf 2007, 8, 9, 10, 16, en de tijd waar je nu leeft, dan denk ik ook wel eens, als Nederlands elftal jongens zie of van andere landen, van waar heb je het over? Als je uitgenodigd wordt voor Curaçao is het nationale elftal, of voor Argentinië of voor Bolivia, wat een, dan iets in mij zegt, je gaat. Heeft hij met Richard de Bazou gesproken? Ja. Ook meerdere malen. En heel eerlijk, hij ook met mij. Wat is zijn Bazour, Tahi Chong. Wat is zijn antwoord? Zullen we voor Nederlands elftal gaan spelen? Ja, maar met hun of hun zaakwaarnemer? Of? Nee, ik praat niet met zaakwaarnemers erover. Gewoon puur met hun zelf. En Chong ook zegt over Nederlands elftal? Chong ook, precies. Nee, Chong is een ander verhaal. Chong heb ik laatste 1,5 jaar pas. Goed, maar die gaat van club naar club. Naar club, ja. In een hele belangrijke fase, zeg maar. Nou, bij Birmingham is ook in die leeftijd... Met het Nederlands elftal jong en is een heel ander van. Ja. Maar ik heb met hem, je mag hem nu bellen, fantastisch omdat. Ja, maar gewoon eerlijk. Ja. Bassoer zelf, dan zegt hij. Zoontje. Zoontje zelf, ga hem nu maar bellen. Maar je is niet bij zo jonger aan je toch?
Ja, Jong Oranje. Maar mijn zoontje heb ik ook anderhalf, twee jaar contact mee in die zin. Maar toen zat hij ook richting Jong Oranje. Daar werd een beetje geblesseerd. Maar wat ik doe, is heel veel contact houden met die jongens. Dus u gaat zelf, er is geen niemand die met hun spreekt, niks. U gaat gewoon zelf praten met die jongens Tuurlijk, ik wil een jongen in de ogen kijken. Ik wil horen van hemzelf. Een zaak waarnemer, die heeft altijd wel iets te vertellen. Of namens die na je gesprek gaat naar de zaak waarnemer. Zeg van, nee, dit en dat, misschien dit zo. Een zaak waarnemer kan dat tegen mij wel zeggen. Dat krijg ik ook wel regelmatig. Of ze willen iets zeggen voor een speler. Ja. Maar dat mag. Maar dan zeg ik van, oké, ik ga zelf naar de speler nog. Maar wat u nu aangeeft, zeg maar, tijdens dit interview. Dat is zo onbekend voor de mensen. Kijk, ik zie pers op Curaçao, op het eiland, die schrijven van die en die speler moet komen, die worden niet benaderd. Er zijn tientallen spelers die op rechtsback kunnen spelen, Remco benaderen ze niet. Maar u doet het wel, waarom? Maar ook dat, ze schrijven niet alles, maar ze weten het wel, want dat hebben ze van mij ook wel eens gehoord. Kijk, op de rechtsbackpositie heb je ook verschillende jongens. Jairo van Pax Zwolle als rechtsback. Die jongens zie ik spelen vrijdags met Pax Zwolle. Daar praat je mee. Uiteindelijk moet hij zijn keuze maken. Ja. Richting de Gold Cup. Toen was hij in één keer. Dan begint hij weer te twijfelen, denk ik. En dan had hij een ontsteking in zijn nek en zijn schouder. Kijk, daar kan ik niks aan doen. Ja, maar dat kunt u wel aangeven als de pers u vraagt van. Maar die heb ik ook aangegeven. Ook van de lijst nou naar de Gold Cup. Heb ik ook aangegeven aan de Vigilanten. Heb ik ook aangegeven aan de pers. Maar of ze schrijven. Dat is anders. Maar kijk, jij had ook jongens die wilden komen. Zet als Hartman toen bij Jong Feyenoord. Nou, dat is ook een goed voorbeeld. Riley. Ook bij Ignacio. Ja. Die wilden jongens die graag bij. Ja, maar maar die zijn niet benaderd. Wie? Hartman toen hij jong was of Riley. Nee, maar waarom zou je sommige jongens niet benaderen? Ik weet niet. Dat moet je als jij kijk, wat ik binnen. Ga ik een ander voorbeeld. Toen ik weg was, toen Hiddink kwam. Ja. Met dingen. Toen, in die persconferentie is het. Die speler komen erbij. Er is geen één speler bijgekomen. Nee. Ik kom terug en ik heb altijd contact gehouden met die jongens. Ik heb Lucadia erbij, Siskevies erbij. Ik ben met Jong aan de gang, ik ben met Hartman aan de gang, noem maar op. Op het moment dat die jongens in een jongere leeftijd zitten en ze spelen in een vertegenwoordigende elftal van Nederland, ja, vind ik het respectloos om aan die jongens te trekken. Die jongens zijn hier in Nederland geboren. Op een bepaalde leeftijd, ja, dan ga je wel met die jongens. Je hebt wel contact met ze. Maar zolang jij bij U18 zit van Nederland, U17, U18 of nee, zelfs Hato heb ik daarover gesproken. Maar dan denk jij ook, Nederlands elftal is heel normaal. Ja, maar je mag ze wel het gevoel geven. Van, ja. Moet ik dan zeggen van Curaçao's nationale elftal is een stuk beter als het Nederlands elftal? Ja, gaat hij zo praten als u met ons praat, zo met een rustige stem met u praten? Tuurlijk. Nee, toch, dat kunnen ze niet. Je kunt gewoon zeggen, luister vriend, Curaçao wil je hebben, we gaan naar WK. Kom bij ons spelen. Tuurlijk, maar dat verhaal, tuurlijk komt dat verhaal. Ja, maar dat hele riddeltje. Maar ik ga hier nou niet tegen jou zeggen. Je moet toch een vieze woorden bij mensen zeggen. Zo van, begrijp je? Zij krijgen. Als je een beetje agressief worden, dan komen ze wel, denk ik. Geloof me, ja, als ik jou voor de deur zet, ja, dan zou het misschien lukken. Nee, maar luister, geloof me dat ik goed voorbereid ben en op gesprekken die ik met spelers heb. En dat is ook hetgeen wat ik terugkrijg van die spelers. Kijk, als je praat over een Hartman, ik noem maar iets, vind ik wel een heel mooi voorbeeld. Ja. Die geeft op een gegeven moment aan, ik heb dat gewoon ook, en die appt en die belt van trainer. Zit wel, weet je wel zo. Ja. Maar dan heb je weer te maken, ja, dan zit het weer fijn hoor. Want net op dat moment. Ja, komt die. Januari, februari speelt hij de pannen van het dak af. Ja. En iedereen op de televisie heeft het over Hartman. Op elke kanaal komt. Ja, ja. En dan komt Feyenoord nog eens. Toen hij bij ons mee zou gaan tegen Indonesië. Toen hadden we het zover. Nee, gewoon hoe je met elkaar omgaat. Ja. Hij zei, ik ga mee, mooi dit. En toen heb ik een gesprek met Feyenoord. Met de medische dingen. Want hij is heel lang geblesseerd geweest. Ja. En toen is besloten om toch niet te gaan. Omdat hij toch iets te veel last hebt en die twee weken helemaal niks te doen. Nou, dat is heel normaal. Ja. En daarna, wij komen van Indonesië af. December, januari, februari. Knalt hij. Speelt hij de pannen van de... Ja, dus, hij zag de wedstrijd en dacht, nee, we kunnen nog geen spreken. Ze verliezen gewoon tegen Indonesië. Nou, dat kan, maar dat is niet zo. Nee. Maar,
Maar dat, zo gaat het wel. Snap ik? Kijk, je bent ook afhankelijk van deze spelers. En ik ben hartstikke blij van hem dat hij het goed doet bij Feyenoord. En kent u Randall Abortus? Nee. Zijn meer. Quinten Christina. Ook niet van gehoord. Quinten Christina. Die spelen ook nog van de dag af. Elke weekend. Ja, maar ja, weet je wat het is? Je kunt er maar een x-aantal selecteren. En, en het is niet zo dat je elke FIFA-window... 23 andere spelers. Het bouwen van iets, hetzelfde als je bouwt naar 2026, is jongens kansen geven. Als ik een nieuwe jongen erbij heb, ook die jongens die tegen Indonesië gespeeld hebben, heb ik al een heel plan, een doel voor naar 2026. Heel blij dat die jongens hebben gespeeld. Die hebben iets in hun bagage. Ik denk wel dat ik in kan schatten waar wij staan op een gegeven moment met die spelers. Het zijn ook die spelers waarvan ik nu heel veel terugkrijg in deze weken, van hetgeen wat er gebeurd is en waar zij ook een heel goed gevoel bij hadden. Waar ze die jongens die ook andere jongens weer meenemen naar Curaçao. Om het feit dat ze zo benaderd zijn en zo zulke kansen krijgen. Gaat mij niet altijd om naam. Maar je moet wel... Maar vindt u niet dat die werkt dat u doet dat het bond dat moet doen? Die spelers benaderen met iets of zo? Een assistent hebben om dat te doen. Nee, tuurlijk. Iemand die daarnaast... Nee, maar tuurlijk zijn de assistenten toch ook bezig met spelers. Maar uiteindelijk... ze willen in je hoofdtrainer spreken. Ja, geen speler die weer met assistent zit. Een assistent die kan... Een jonge assistent die heet toch? Ja, we hadden vorige week een assistent bij die Spotify-dinges. Bij die... Maar die assistent doet niks, man. Nee, maar een assistent... Die vrijwilliger. Kevin of zo, toch? Ja. Oh, Kevin. Kent u Kevin van Velsen? Ja, maar even terugkomen. Ja, een assistent. Die kan wel een speler benaderen, natuurlijk. Alles voor het traject. Ja, maar als die bond dat doet, dan zeg maar, kijk Remco, dit is de lijst, die kan je benaderen. Is toch makkelijker voor u? Tuurlijk. Maar dat doen ze ook niet. Die kunnen zij misschien niet vinden. Dat is misschien een ander verhaal. Maar dan moeten ze helemaal genoeg mensen om te kijken. Van, ja, maar dat is toch ook mijn job. Dat is ook mijn ding. Ik heb zelf ook een heel programma. Waar ik alle spelers kan zien over de hele wereld. Deel het met ons dan, deel het gewoon met de camera. Want ik denk niet dat u weer... Mag ik een advies aan u geven? Kies niet voor Curaçao. Alsjeblieft, het is niet gezond. Het is gezond voor u. Voor ons ook niet. Dan gaan we weer boos op u worden. Nee. Gooi we een hele vieze woorden op u. Jij bent niet boos op mij, want jij bent hartstikke blij dat ik hier zit. Ja, hier. Maar als u daar staat... Zo'n beslissing, dan denk je van... Remco niet. Nee, maar kijk, luister. Die beslissingen die... Ik was echt boos op u, hè? Die beslissingen... Je mag het, hoor. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Sommige mensen was echt... Ja, ik dacht, deze man is gek of... Ja, ik soms zeg van... Remco, wat is dit? Ja, tuurlijk. Maar denk je dat sommige opstelling. Denk je dat er bij... Sommige spelers die gaan... Denk je dat er bij Barcelona of bij Arsenal of bij clubs... Ja, maar zo zit er maar. Ja, nee, maar voor Barcelona zijn het die 80.000 mensen die in het stadion zijn. Maar die hebben ook wel te nemen. In Barcelona kan je voor Rafinha kiezen of voor Ferran Torres. Maar op Curaçao kan je voor Kubas kiezen of Sanchoy, maar je kiest voor Sanchoy. Bijvoorbeeld. Ja, maar Sanchoy is er niet bij, dus die nee, begrijp. Nee, begrijp wat je bedoelt. Nee, maar goed, maar dat zijn keuzes die je maakt. En ook de keuzes die je maakt... Als je wint, is iedereen blij, hè? Heeft niemand wat te vinden. Maar, sowieso. Ik kijk het voetbal anders. Dat mag. Maar als je daar maar op een normale manier over kunt discussiëren. Kijk, als je in een stadion zit, ja, je weet zelf hoe het gaat. Of nou basketbal, honkbal of wat dan ook. Het is een moment van, en is het een verkeerde paas, of 10 minuten gesluit, wisselen, trillen. Dat is wat er gebeurt met de mensen op de tribune. Maar... Als ik weer terugga naar de essentie van het verhaal. Als je teleurgesteld bent in iets, dan moet je wel over praten. En dat is met mij niet gebeurd. Ik heb een laatste vraag. Heeft u... Ik heb ook een laatste. Ik heb de tijd, hè. We hebben tijd, rustig. Ja. Een pauze dan. Tweede ronde met Remco die komt. Norm kwam niet meer. Remco kwam niet meer. 2 uur moeten rijden. Wij gaan daar naartoe. Heeft u inmiddels contact met... directeur voetbal, Dean Goré en of Ramiro? Nee. Het enige wat ik van Ramiro heb ontvangen is afgelopen zondag. Toen heb ik Charetti weer proberen te bereiken. Maar die is in Australië. Ramiro zit in... Dubai.
In de U15 met de dames in Antigua. Ja. En gevraagd wat de status, een antwoord. En daar heb ik een heel klein antwoordje voor van gekregen. Maar ik heb helemaal niet gesproken. Nee. En gaat u weer kort geding? Weer? Want ik heb gehoord, ze hebben geen geld. Nou ja, dingen moeten ook geregeld worden. Snap ik. Ja. Ik heb deze keuze niet gemaakt. Maar daarom alleen al, kijk, op een ander verhaal. Kijk, de FIFA heeft hun aangeschreven op basis van wanbeleid, liquiditeit. Maar wat toch wilt u erbij zijn? Laat maar uitpraten, liquiditeit. De clubs op Curaçao, die spelen nog niet. Al één jaar gaat het worden. Maanden niet. Ja. Ja. Dus dan maak je zo'n beslissing naar mij toe. Op democratische wijze, nergens over gesproken. Niet inhoudelijk ten opzichte van het contract of de doelstelling of wat je hebt besproken. Terwijl ze, ja, dat geld kunnen ze beter besteden voor de clubs. En dat is waar de essentie van mijn verhaal. De dupe zijn de clubs en de spelers. En ook de lokale spelers. Omdat ze niks kunnen doen. Ja, maar dat weten we al. We weten, ze hebben geen geld. De competitie gaat dit jaar niet meer beginnen. Maar dat weet je niet. Hij zegt dit al weken. Vorige keer zou die 1 juli beginnen. Ja, maar de competitie gaat niet beginnen. Nu ligt het weer bij de directie, zeg maar. Ja. Bij de FIFA. Maar gewoon bij de directie van... Van de club? Nee, van FFK. Dus de beslissing die was eerst bij de commissie, die is terug bij de. En daar gaan ze geen beslissing over nemen. Maar goed, dat weet ik niet. Hè? Nee, dat zeg ik niet, omdat ik het wel weet. Okay. Maar wat ik wil zeggen is, u heeft zoveel genoemd, wanbeleid, mensen die niet communiceren, en toch wilt u erbij zijn. Ik zeg die, dat is de brief van de FIFA, wat ik net zei. Ja, dat is ook een feit. Ja, dat heeft de FIFA geschreven naar FFK. Ja. Kijk. Communicatie of communiceren, ja, dat is het ergste wat er is. Kijk, als je na St. Kitts helemaal eens teleurgesteld, ben ik nog steeds, dus iedereen, maar het is totaal niet, en dan had je gelijk moeten komen, dan ga je praten. Hoe gaan we dat oplossen? Hoe gaan we dat doen? Er staan nu 4 jaar heb ik getekend, we vertrouwen in jou. Ik ben ook geen vreemde. Nee. Ze weten wie ik ben, ze weten hoe ik werk, dat doe ik al vanaf 2007 tot, kijk, als ik nou ergens nieuw kom, in een ander land of een andere club, ja, kan ik me nog enigszins, hè, na een jaar, is toch, hè? Dan, maar je komt terug als iemand die je kent in zijn werkwijze en hoe die is. Nou, je heeft nog steeds geen antwoord gegeven voor vandaag, helaas. Nee? Zat hij er niet bij tussen? Nee, ik hoor wanbeleid de FIFA. Waarschijnlijk kunnen ze u ook niet betalen, ook niet over 4 jaar. Waarom wil je? Maar u wilt er toch weer nog een keer proberen met dezelfde mensen. Even wachten, met dezelfde mensen. Ja, die ja. Dus, volgende maand is er een nieuwe verkiezing. Dat komt niet. Dat komt niet meer, toch? Dat komt niet. Die FIFA komt nu, toch? Nou, ja, maar wie zegt dat hij niet komt? De FIFA heeft alles op gedaan. Wij kennen onze mensen. Er komt geen nieuwe verkiezing. Maar goed, maar dat staat op het programma. Oké, okay, ja. Dat staat op het programma. Maar dus dat is één van die... Maar één van mijn grote punten is dat wat ik heb met de spelers, waar we voor willen gaan. En wat ik nu ook teruggekoppeld krijg van de spelers zelf ook. Ja. En ook voor het land Curaçao. Ja. Ik laat mij niet uit het veld slaan, bewijzen van door bepaalde mensen. Maar als het niet anders is en het is die beslissing. Ja, dan kom ik wel natuurlijk. Ja, dan vecht ik wel natuurlijk voor. En wanneer is het genoeg? Dus kijk, of wordt de assistent worden van een van die namen die ik gehoord heb? Wie, Bert? Ik heb gehoord Bert Marwijk, Maar kijk, luister. Bert van Marwijk, Fred Rutte, als er geen geld of wat dan ook is, hoef je daar niet over te spreken. Ik weet niet wie die namen genoemd heeft, maar in ieder geval, degene vandaag wordt de definitieve selectie bekendgemaakt. Ja. Wie mag die selectie? Nou ja, goed. Ik heb nog is dat voetbal? Is dat niet Kevin? Nergens in de wereld gebeurt dat zo. En de teammanager Wouter Jansen. Teammanager Wouter Jansen die een voorselectie maakt. Ja, nergens in de wereld. Maar sorry, ik weet dat je nog een laatste vraag hebt. Maar Wouter is teammanager. Dat was ook bij de Goalkop. Ja. Dit was samen met u daar zo. Die is aangesteld door Ramiro, omdat een heel goed bevriend zijn. Ja. Dan is mijn vraag, vindt u het onterecht dat hij wel is gebleven van het hele staf? Want Zinho, die hebben ze ook. Ja, nee, dat is heel onterecht. Kijk, maar nogmaals, hij is de eerste die mij heeft gebeld.
of gepolst om of ik nog interesse had voor Curaçao. Ja. Toen was hij al aangesteld door Ramiro. Ja. Dat zo. Zijn twee vrienden van elkaar. Wouter. We hebben nog 3 minuten daarvoor. Wouter is teammanager. Luister, we hebben nog 3 minuten. Ja, maar dit is en, belangrijk. En, ons, yo, en, manager. En onze ding was altijd, dat waren hun woorden ook, samen uit, samen thuis. Ja. En als er iets gebeurt, of wat dan ook, als ik over 4 jaar het contract weer verlengd word, ja, dan gaat hij ook mee. Ja. Maar dit is iets, ja... Maar dan is het zijn... dus Hij is gebleven. De senior is weg. Alles. Chuiso. Ja. Is ook weg. Ja. Ja, maar dat is wel wat mij... ja, maar wat is dat? Wat is dit nou dan? Ja. Zie je een toekomst voor onze selectie? Nee, voor zie je een toekomst? Hallo, het WK. Ooit. Als ik ervoor sta, wel. en daarom doe ik het. Ja. Echt een goed, denk je? Ja, denk ik wel, ja. Als je ervoor staat... Wacht, laatste vraag. Kan niet, hè? Nee. Het kan niet. Laat me vragen. We gaan. Is goed. We moeten op part 2. We gaan gewoon naar Remco. Is er een plaats dat we komen daar bij jou kunnen komen in de tuin een beetje? Bij mij in de tuin? Ja. Nou, liever niet. Hoor het alleen ja. 24 jongens in de tuin bij je. Nee. Jullie mogen altijd komen. Altijd. Ja, goed. Zij daar maar camera aan te pakken aan. Misschien ook camera aan. Zeg me nu waar je zei. Niet te meer. Ja, maar joh, jammer, joh, abonneer. Peace out, Mosta. Tilt is mijn goed, Joske. Zijn baby goed, Emco. Isintini. Cinkaba. Mina contra boca, da pensa riba botra, strike, bota fogo. Mika's